Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij het ESF-event. Welkom bij de uitreiking van de ESF Award 2020. De prijs voor de beste promotie van een ESF-project. Hartelijk welkom via WebEx aan de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, gemeenten, arbeidsmarktregio's, ESF-deelnemers, collega's van het ministerie van SZW, waaronder de collega's van uitvoering van beleid, de mensen van de 6 projecten die meedingen naar de ESF Award en natuurlijk in het bijzonder de 6 finalisten. Vanwege COVID-19 wordt het evenement vanmiddag via een livestream uitgezonden. Want ja, toen we half maart met z'n allen wegens corona thuis gingen werken, dachten we nog heel optimistisch, ach, november is nog zo ver weg. Maar naarmate de tijd verstreek, moesten we toch gaan nadenken over een alternatief. Want hoe dan ook, de show must go on. Er viel tenslotte een ESF-award voor de 8e keer alweer uit te reiken en dat konden we niet zomaar voorbij laten gaan. In eerste instantie dachten we aan een evenement op locatie met een beperkt aantal mensen met live pitchers en een live jury door te kunnen gaan. Maar helaas zat dat er ook niet in na de verscherpte maatregelen van vorige week. Maar om nou alles af te blazen, dat wilden we ook niet. Dus het werd het ministerie van SZW en daar sta ik nu helemaal alleen. In de ruimte hier naast mij, links, staan de heren van, die deze uitzending technisch mogelijk maken. En mijn collega's Patrick, Brigitte en Sandy, die alles tot in de puntjes hebben geregeld. En gelukkig blijf ik niet helemaal alleen gedurende 2 uur in deze ruimte. DGSZI, Karsten Herstel, een van de hogere ambtenaren op SZW, is hier ook in de building. En hij zal straks de winnaar bekendmaken en de prijs virtueel overhandigen. Maar zover is het nog niet. Centraal op het programma uiteraard de strijd om de ESF Award. De 6 finalisten gaan zometeen pitchen. En de jury mag daarna aan de slag en dan ga ik met u quizzen in die tijd. Eens even kijken wat u van Europa en van ESF weet. En we hebben ook nog een keynote speaker en dat zal dan zo tegen 4 zijn. Dat is de Rotterdamse wethouder Richard Moti. We beginnen met een andere heel speciale gast, straight from Brussels, namens de Europese Commissie. Ze is plaatsvervangend DG Employment, Social Affairs en Inclusion en dus een van de hoogst verantwoordelijken voor het Europees Sociaal Fonds in Europa. En de laatste jaren is ze vaker onze gast geweest. Dames en heren, may I have your attention? Mag ik uw aandacht? Please welcome Mrs. Adriana Zukova. En nou hoor ik dat. Good afternoon. Ja, daar is. Good afternoon, dear colleagues. Hello, Adriana. Welcome. Thank you very much. Welcome. May I give you a word? Thank you. And I really am glad I managed technically to organize this participation. And first, I want to congratulate everyone for getting together in a virtual format, of course, due to the situation. But I'm very glad to be, for the third time, part of this event. I also want to thank you for all the work that you do using the European Social Fund and helping people, giving them perspective, giving them opportunities, and also helping them find their way for the future. I think that having looked at some of the nominees' projects, I'm very much impressed about the creativity and enthusiasm of authorities, of partner organizations, in developing projects and implementing these projects to the benefit of a lot of people who need support in very difficult times. The European Social Fund has come a long way. You know, it's one of the first funds created in 1957 by the treaty, and it has been missioned all the time to support people finding better employment opportunities, helping them upskill and reskill, and also it's been extended to support social inclusion measures as well. In the current period of 2014-2020, the European Social Fund is helping 10 million people every year upgrade their skills or facilitate their integration in the labor market or increase their sustainable employability and combating social exclusion and poverty. It is important also that the European Social Fund has simulated and stimulated innovation through financing and experimenting with new methods and approaches to addressing social problems. And I have visited some of the events in the Netherlands
that been very good models for social innovation. So thank you very much for those initiatives. In addition to that, I can congratulate our Dutch colleagues that getting towards the end of the programming period of 2014-2020, the implementation of DSF in the Netherlands has been very successful. We are almost at the end of all available resources, and this means that we have to be very quick and very open to programming the next financial period of 21-27. And I have to confirm and also announce that last evening, the co-legislators, the Council and the European Parliament as budgetary authorities agreed on the financial framework for the next 7 years. And this is really a very great achievement. Now it opens us the possibilities to negotiate the fund-specific regulations and giving the legal stability for the authorities to implement, to program and implement the projects under the next budget. We know that in many member states, the work, including the Netherlands, the work for the next programming period is full speed now. And I hope that the full package of legislation will be available very soon so that we don't have any interruption. But we are living in a crisis, and you mentioned at the beginning that we have a very exceptional situation nowadays. And that's why we are meeting virtually, of course. The crisis, which is a health crisis, turned to be a very heavy economic and social crisis as well. And the European level action as an adequate response in the short term and long term is not only relevant to the multi-annual financial framework for the next programming period, but also ensuring a bridging funding between the current and the future programming period with a new instrument. I want to just give some economic data and statistics which say that this pandemic has caused the worst economic shock since the Second World War. And last Friday, the European Commission published its autumn economic forecasts, which say that the EU economy as a whole will shrink by 7.4% in 2020. However, the recovery next year will be only around 4.1%. For the Netherlands, the expectation is that this year, the GDP will decline by around 5%, and there will be a partial recovery at about 2% next year, and also in 2022, another recovery of 2%. So it will take a few years before we successfully get to the point where we were faced with the COVID pandemic. The Commission I mentioned has reacted very quickly to the situation, and we have proposed a lot of flexibilities with amending the funding regulations, the key regulations for the cohesion policy funding, including DSF, by introducing the Coronavirus Response Investment Initiative and the Coronavirus Response Investment Initiative 2, where we have allowed full flexibility of any available funding to make any efforts to stop the spread of the virus, but also address the very negative impact on the society and on the businesses in general. I mentioned that we are also thinking about bridging instruments. We have an additional arm of the European budget, which is Next Generation EU, which is a 750 billion budget for only 3 years, from 21 to 23, which will provide a key support to member states for reforms and investments. And this is the Recovery and Resilience Facility, which will be instrumental for all member states, giving them chances and possibilities at this very critical moment to support major structural reforms and investments in a very quick way until 2023. The current challenge within the health crisis and all the inevitable changes that are going through, we are going through, also give us an opportunity to set up our economy and institutions on a new footing. First, we have to be, we are already, and we will continue to be more than ever digitalized. We are daily working online. We are communicating online in our
normal routine life. Second, we should take care for the environment, and our economy will lead us, should be led towards a climate neutral economy by 2050. All the investments should be underpinned by this objective, and I believe this is fully in reach. And the third thing that I think is a big opportunity is to make sure that what we are going through now and what we'll be doing in the next few years is fair and just for all. We shouldn't be losing anyone behind. Businesses should be treated equally. Citizens will be given a lot of support and also guidance. And we should not forget the most vulnerable people of our society. In this vein, the European Social Fund is also geared towards the future to foster the digital and green transition, and also supporting young people who are the first one to lose their jobs in a crisis, and also addressing children poverty, because children in Europe are very hardly hit by the pandemic, and we see that there are children at vulnerable situations, at risk of poverty and social exclusion in every member state. So we have proposed in May an additional concentration of DSF Plus towards support to children. And I think that in the aftermath of the COVID pandemic, DSF Plus will be more relevant than ever. You know that we should continue the focus of supporting people getting access to employment, giving them equal access, and also making sure that they have the right skills for the jobs that are available on the labor market. But we should not forget those groups that were disproportionately hit, that they need support, and we should ensure that we continue fighting against social exclusion and inequalities. And I think that so far the European Social Fund has been very instrumental and also very helpful in this direction. The migration, I think this stays is one of the challenges, but also it is an opportunity, because the contribution of migrants to the labor market is a great asset, while for some the labor market still seems far to reach place. It's a pity, because people want jobs, but also jobs need people. And ensuring that people have the right skills and competences for the jobs that are available will be supported also through the European Social Fund. I'll just briefly refer to a recently adopted, just end of October, a reinforced Youth Guarantee Council recommendation, which will also be one of the important frameworks in which we will be continuing with DSF to support young people not in employment, education and training. And I think this is also one of the features of the projects that have been nominated for the award, because there is a lot of attention given to young people, and I think that's a very good point at this stage of our development. I mentioned that the Dutch operational program currently is very effective and efficient, and I also appreciate the very good cooperation with social partners, non-governmental organizations and stakeholders. And I think that we've always been giving the Netherlands as an example, both in partnership and ownership. And I think you have very good starting base for continuing this in the future. I'll come to the end of my virtual speech. I can imagine that you're all excited to see the short videos of the projects that have been selected and nominated. I saw them. I really believe it's a challenge for everyone who could vote to choose one. It's really difficult to make a choice among very nice, interesting projects. And every project is unique. It's necessary. Some focus on technological innovation, some focus on projects that are personal and the human connection. I really appreciate every year seeing so many interesting projects in this competition. And the pandemic now showed that how lucky we are that we have the technology to connect ourselves, to still continue working. But also, I know that we all miss something a lot, and this is our social connection. I wish us all that
soon we will be able again to meet in person, share our experience and work together for the socio-economic recovery of the Union. And I wish all the nominated projects good success, but also all the beneficiaries of the projects very good development in their future. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Mrs. Sukova. Thank you very much for your kind words also towards the participants this afternoon and the nominees, but also thank you very much for your support and your help, the European help, because we're going to need it to come the next following years. One question, how about you? How are you coping? You're staying at home, I suppose, and how is working at home these days? I'm lucky that I don't have young kids. So it's not a big problem for me to be working from home. Mm-hmm. Although I do go to the council and parliament because we're in a very intensive trilogue discussions for finalization of the legal package for the next programming period. Mm-hmm. I think it is difficult for my colleagues, and I really sympathize with them when they have two or three kids at home who are online studying. And they have to do, everybody's online, but they have to be taken care of as well. And we have introduced some internal rules that we avoid organizing online meetings during certain times. In the mornings, early in the mornings, at lunchtime, after 5 o'clock, because usually if kids go to school or crèche, the parents should go and collect them. So it is a challenge for everyone, but I'm amazed that so much work has been done still. Very flexible. So it means that we managed to be flexible and to rearrange our rhythm, our way of living and working so that we still go forward. Okay. And I think it's been a big lesson for everyone. Yes, thank you. I agree. Okay, thank you very much. I will wish you all the best, and please stay safe and healthy, and hopefully we see you next time here at The Hague at the following award session. Thank you very much and good luck. Bye-bye. Goed, dat was mevrouw Sukova, live vanuit Brussel. En zoals ze al zei, ze is zeer trots op de manier waarop wij als Nederlanders omgaan met de besteding van de ESF-gelden en de projecten. En ze zei ook even dat ze niet, als zij zou moeten kiezen wie er vandaag de winnaar zou moeten zijn, ze daar niet uit zou komen, omdat ze wat haar betreft alle zes even goed zijn. Goed, het is alweer bijna 3:50, hoog tijd om de 6 projecten die er tot de finale hebben geschopt even voor te stellen. Want hoe ging het nou ook alweer de afgelopen maanden? De ESF-projecten konden in het voorjaar schriftelijk een pitch indienen, waarin ze beschreven waarom ESF voor hen het verschil maakt. En een vakjury selecteerde vervolgens uit deze pitches 10 projecten. En die 10 kregen van uitvoering van beleid, het onderdeel van SZW en onder andere verantwoordelijk is voor de uitvoering van ESF, een promotiefilmpje cadeau, waarop in de maand oktober vervolgens door het publiek kon worden gestemd. Nou, en dat hebben we geweten. Er is volop gestemd. En uit die 10, degene met de meeste stemmen, de 5 met de meeste stemmen, die gingen door naar de finale. En die zijn dan ook vanmiddag online en strijden mee met die, voor die prachtige, ik heb hem hier staan, prachtige bokaal. Die is straks voor 1 van de 5, nee, ik bedoel 1 van de 6. Want 1 van de 5 afvallers is via een wildcard procedure door de jury terug in de race gezet. Het evenement is bedoeld om zichtbaar te maken wat het Europees Sociaal Fonds doet en waarom het bijdraagt door te focussen op inspirerende projecten en behaalde resultaten. En daaraan voldoen alle 6 kandidaten in ruime mate. De finalisten, de projecten die strijden om de ESF Award 2020, zijn allereerst de arbeidsmarktregio Twente, Ik ben er voor jou. Ik weet niet of ik het goed uitspreek op z'n Twents. Het is het Twents Fonds voor Vakmanschap en Leerwerkloket Twente investeren in jouw toekomst. En zij ontvingen de meeste stemmen, namelijk 990. De tweede finalist is de Stichting Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie. En Boost is de naam en zij hadden 751 stemmen. Op de derde plaats House of Skills, in samenwerking met onder meer de gemeente Amsterdam, het UWV, werknemers- en werkgeversorganisaties, met 576 stemmen.
En dan hebben we nog de gemeente Utrecht in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Weten wat werkt in Utrecht is de naam van het project en zij ontvingen 524 stemmen. Stichting De Wever op nummer 5, levensfase gerichte duurzame inzetbaarheid. Maak werk van jouw leven heet het project met 523 stemmen. En de wildcard van de vakjury ging dan naar de gemeente Nijmegen in samenwerking met de Radboud Universiteit Positieve Psychologie voor Statushouders. En het is natuurlijk heel mooi dat iedereen zoveel stemmen heeft binnengekregen. Maar die stemmen doen zometeen in de procedure niet meer mee. De jury kijkt vooral naar de projecten, naar de filmpjes en naar de pitch. En daar wordt dan een winnaar uitgekozen. Zometeen gaan we dus beginnen met die 6 filmpjes. En houdt dus iedereen gedurende 2 minuten een korte pitch. En het aantal, nou dat zei ik al, stemmen doet niet mee. En ik wil wel even nog even de jury aan u voorstellen. Want die is ook, als het goed is, online. Hallo jury, hartelijk welkom. Ja, ik zie Wilbert, Wilbert van der Grint. Wilbert, mag ik met jou beginnen? Jij bent voorzitter van de jury en directeur van Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering, DSU, hier in SZW. Je bent de voorzitter, zei ik, van de vakjury. Waar gaat de voorzitter en waar gaat de jury vooral op letten? Nou, we gaan natuurlijk letten op of een project daadwerkelijk het verschil heeft gemaakt. Daar kijken we natuurlijk naar. Dat heb je ook net duidelijk gezegd. Maar het belangrijkste is of ze daadwerkelijk de doelgroep op een hele goede manier hebben bereikt. Dat kunnen mensen zijn die vanuit het onderdeel sociale inclusie op weg zijn naar weer werk en weer in de samenleving staan. Of vanuit het onderdeel duurzame inzetbaarheid, dat de aandacht voor vitaliteit en geen voortijdige uitval uit het werk goed kan worden voorkomen. En we kijken natuurlijk ook vooral naar hoe de organisatoren van het project hebben aangepakt, waar anderen ook vooral andere projecten, andere gemeenten, sociale partners van kunnen leren. Oké, ik ga even naar jou, dankjewel, naar je collega Carrie Goedhart, directeur PDV. Directeur Participatie, ik moet even kijken, en Decentrale Voorzieningen. Carrie, wat zou voor jou... Ik zelf ook altijd heel lang, Jan. Ja, ik moet iedere keer, dan zit het goed in mijn hoofd, maar dan denk ik, wat was het ook weer? PDV zeggen we eigenlijk hier in huis, hè? Maar al die afkortingen, daar moeten we ook een beetje vanaf. Maar Carrie, wat zou jou voor jou de doorslag kunnen geven bij de komende pitches? Ik wil graag aansluiten bij het laatste wat Wilbert zei, waar anderen van kunnen leren, maar ook inspireren. En zeker gegeven de context waar we nu in zitten. Er vallen echt wel mensen uit op de arbeidsmarkt. Dat hebben we tot nu toe beperkt weten te houden met alle steunmaatregelen van de overheid. Maar op enig moment zie je dat de mensen die al langs de kant stonden, maar er mogelijk ook komen te staan, dat daar echt nog wel een grote opgave ligt. Dus als daar ook inspiratie voor is, dat vind ik belangrijk om naar te kijken bij deze genomineerden. Ja, maar spannend wordt het in ieder geval. Dankjewel, Carrie. Ik ga even naar jouw buurvrouw en dat is Monique Hendricks, algemeen directeur van Bex Communicatie. Monique, jij doet al voor de 8e keer mee bij de uitreiking van de ESF Award. Dus eigenlijk al vanaf de allereerste keer zit jij in de jury. Je hebt altijd vooral gelet op communicatie, hè, van de manier waarop het over werd gebracht. En je hebt heel wat projecten voorbij zien komen. En je hebt ook besloten om het is eigenlijk wel mooi geweest. De volgende gelegenheid geef jij je plaats aan iemand anders. Ja, en waarom ik dat doe is omdat ik vind dat je... Er komen zoveel mooie projecten voorbij en ik heb er echt al zoveel gezien. Dat je op een gegeven moment wat blind wordt voor de prachtige innovaties die er steeds nog in zitten. En de vernieuwingen die er nog steeds in zitten. Sommige dingen lijken dan voor mij meer op hetgeen wat ik al gezien heb. Terwijl ik denk dat als iemand met een frisse blik kijkt, dan ziet die wel degelijk het verschil. Dus dat plaatje wil ik daarom graag afstaan aan de... aan weer een nieuwe vakexpert vanuit mijn vakgebied, ja. Ja. Hey Monique, je hebt dus 8 jaar heel veel projecten voorbij zien komen. Is er eentje die is blijven hangen in je... Of er zijn er ongetwijfeld meerdere, maar is er eentje die eruit springt? Nou, er is er eigenlijk niet eentje. Het is gewoon zo dat als ik weer een jongere op een podium zag staan, een kwetsbare jongere
die zelf weer naar werk was doorgestroomd. Als ik zag hoe mensen die in de gevangenis hadden gezeten toch weer een kans kregen in onze maatschappij. Of als ik zag dat er een oudere meneer of mevrouw weer volledig omarmd is door de arbeidsmarkt, dan ontroerde mij dat altijd enorm. Dus ik heb er ook vanuit zo'n emotioneel aspect soms wel naar gekeken. Dat ik dacht, wat mooi dat we dit doen, wat fijn dat er aandacht is voor deze mensen. En dan ook het enthousiasme waarin, en dat vind ik echt jammer dat we dat vandaag misschien niet op die manier gaan zien, maar het enthousiasme waarmee onze winnaars elke keer overeind sprongen en echt zo dol enthousiast waren om deze prijs te winnen, omdat ze hem, om dan weer dat inspirerende voorbeeld waar Carrie het over had, te zijn voor anderen. Dus daar kijk ik met zeer veel plezier naar terug. Oké, dankjewel. En ook bedankt voor al die jaren dat je voor ons hebt willen beoordelen in de jury waarin je hebt gezeten, met talloze andere mensen ook. Maar iedere keer toch de vaste bestanddeel van deze jury. Hartelijk bedankt en succes vanmiddag. Last but not least, Steven de Groot had het al even over het enthousiasme van de winnaars. Nou, dat was bij jullie ook zeker het geval vorig jaar toen we in de glazen zaal hier in Den Haag bekend maakten dat jullie de gemeente Den Helder de winnaar van de award in 2019 waren. Dat spoot er vanaf. Toen jullie thuis kwamen, Steven, jij bent jobcoach bij de gemeente Den Helder. Stond er toen ook, hing de vlag uit, was er feest? Hoe ging dat vorig jaar? Ja, we werden enorm enthousiast onthaald natuurlijk door onze collega's en onze netwerkpartners. Het is fantastisch dat wij die prijs hebben gewonnen. En ja, een en al feest, absoluut. Hoe is het verder gegaan met het project? Hoe belangrijk zijn jullie binnen Den Helder geworden? Of was je dat al? We waren natuurlijk wel hartstikke belangrijk. Maar het is alleen wat we kunnen doen. Eigenlijk hebben we kunnen vertellen wat we doen en waarom het succesvol is geweest. En dat is eigenlijk door heel veel gemeentes zeg maar, om ons heen opgepikt. Van hey, wauw, wat doen jullie nou precies? Dus die hebben ook een kijkje bij ons komen doen. Ontzettend veel exposure gekregen. Dus jongeren die begonnen ons ook te herkennen als jeugd werkt. Waardoor eigenlijk veel meer het bereik van ons werd vergroot. En ja, we hebben ons project ook door kunnen ontwikkelen. Wat onze kracht was, omdat wij dus ook de jobcoach in de gemeente hadden. We konden heel snel schakelen met onze collega's van bijvoorbeeld BMO, schuldhulpverlening, participatie. En we wilden eigenlijk een eigen toegang hebben. We hebben een jongerenpunt gekregen. Ik hou kort, want iedereen heeft natuurlijk in spanning. Maar daarin hebben we ook zeg maar, onze collega's, bijvoorbeeld de straatcoaches, de praktijkschool, maatschappelijk werk, die hebben ook een plekje gekregen. Dus dat maakt het zo efficiënt, dat wanneer we jongeren spreken in een spreekruimte, en we merken dat er meer nodig is dan wat wij kunnen bieden, dan kunnen we direct even kijken of die collega erbij getrokken kan worden van welke partij dan ook die van belang is voor deze jongeren, waardoor we heel snel kunnen schakelen. En dat is prachtig. Ja, tot slot nog even heel kort. Deze coronatijden, dat moet bij jullie ook de nodige impact hebben. Hoe gaan jullie daarmee om in de projecten? Ja, zeker. Het heeft inderdaad een behoorlijke impact. Ons jongerenpunt die is op dit moment ook dicht. We kunnen niet op fysiek met de jongeren in gesprek. Dus we proberen heel veel via video te bellen, proberen te doen. En we zijn bezig ook om onze social media kanalen goed neer te zetten. Waardoor ook jongeren ons digitaal weten te vinden, maar ook digitaal met ons in contact kunnen komen. En we merken ook wel dat jongeren steeds, ook in deze tijd eigenlijk meer dan dat het was, ondersteuning nodig hebben. Want de banen die drogen ook een beetje op. Zeker ook in Den Helder, waar we ook met toerisme te maken hebben. De winkels, horeca, dat ligt allemaal plat. Dus het is een uitdaging, absoluut. Maar we zijn in de lucht en ze weten ons te vinden, dus dat is mooi. Dat is mooi. Heel goed om te horen. Dankjewel, Steven. En jongens, allemaal, alle vier, heel veel succes om sterkte en wijsheid, zou ik willen zeggen. Want ga er maar aan staan, het is zo'n sterk deelnemersveld. Dus succes en we horen jullie graag zometeen. Maar wij gaan pitchen. En hoe gaan we dat doen? Dat doen we met dus de deelnemers van de verschillende projecten. De 6 projecten. We beginnen met de arbeidsmarktregio Twente. En we laten dus nog eventjes voor de duidelijkheid eerst een filmpje zien. En dan stel ik even de pitcher voor. En dan gaan we naar de volgende. Maar goed, de allereerste is de arbeidsmarktregio Twente. Ik ben er voor jou. Het Twents Fonds voor Vakmanschap en Leerwerkloket Twente investeren in jouw talent en toekomst.
Waar heb je het meeste energie uit gehaald vroeger? Dat is ook een goede vraag. Toen ik naar mezelf keek, dacht ik, oh ja, ik vond het leuk om mensen te activeren. Vooral als ik het zelf ook gedaan had, weet je wel. En dat was met drones dus ook. De toegevoegde waarde van moet zien van, wat kun je er allemaal mee? En dat op jezelf toepassen van, ik doe nu dit. Hoe kan een drone bijdragen aan mijn eigen droom? Ik leerde mensen eigenlijk vliegen. Ik werkte bij een groot evenementenbureau. Ik gaf dus workshops over drones. En dan begon ik eigenlijk mijn verhaal met, waar stonden we eigenlijk met drones? Wat was de eerste drone? En altijd was dat meer dan mensen dachten, dat je ermee kan. Ja, dat is wel bijzonder, want die toekomst daarin is gewoon zo gigantisch. En ze zeiden, we zijn al zoveel verder dan de meeste mensen denken. Ik ben altijd wel iemand die maar zo graag ontwikkeld. Dat je niet naar de limitaties kijkt, maar naar wat er allemaal wel kan. Dat is ook iets wat mij heel erg drijft, innovatie. Misschien nog niet eens het apparaatje zelf, maar meer alles eromheen, de impact die het kan hebben. Ja, ook bijvoorbeeld levens redden. Ja, het brengt heel veel nieuwe contacten en heel veel nieuwe inzichten weer. Het is echt een frisse start van waar je was, zeg maar. Ja, je creëert gewoon heel veel nieuwe kansen ermee, dus video's, filmpjes. Je kunt er heel zakelijk mee omgaan, je kunt er heel duurzaam mee omgaan, de natuur. Niet de standaard nastreven. Dat heb ik van Charles Bukowski. die zegt ook van, don't swim in the same slough. Prachtig, zo'n nieuwe baan, zo'n nieuwe werkgelegenheid, dronespiloot. En dat allemaal in het Ik Binder voor jou project. En we zien inmiddels in beeld Jenny Holtrop. Jenny, mag ik je de 2 minuten geven? Ga je gang. In 2018 sloegen overheid, onderwijs en werkgevers in Twente de handen in één om het tekort aan geschoolde vakkrachten op te lossen. Graag vertel ik u over ons zeer succesvolle project. Sinds 2019 heeft onze samenwerking de arbeidsmarktregio een boost gegeven op een leven lang ontwikkelen. Met een persoonlijk loopbaanadviesgesprek, scholingsadvies en een scholingscheck bieden wij mensen de mogelijkheid om ook daadwerkelijk scholing mogelijk te maken. We zijn er voor alle vakmensen in Twente, de mbo'ers. Zij houden zich nu minder bezig met scholing, maar ook voor hen is actuele kennis keihard nodig. Voor het eigen vakgebied, of omdat ze zich op iets heel anders moeten richten in een sterk veranderende arbeidsmarkt. We zien het allemaal. Er zijn veel mensen die hun baan verliezen, terwijl er in andere sectoren, zoals in de techniek, de zorg en de logistiek, heel veel mensen nodig zijn. Hier verbinden wij. Met de publiekscampagne Ik Binder prikkelen we werknemers, ZZP'ers en werkzoekenden om de stap naar scholing te zetten. Het laagdrempelige karakter van het fonds zorg dat mensen echt in beweging komen om in gesprek te gaan over motivatie, opleidingsmogelijkheden en kansrijke beroepen. En dat werkt. Dat zien we terug in de cijfers. Inmiddels zijn we ruim 4000 aanvragen en 1000 scholingschecks verder. Tim, die we zojuist zagen in het filmpje, liet zich omscholen tot dronepiloot, een beroep met een toekomstperspectief. Daarnaast hebben we ook 150 mensen voor de zorg opgeleid en 250 chauffeurs in de logistiek. Mede dankzij ESF kunnen wij werken aan een duurzame inzetbaarheid en modern passend vakmanschap op mbo-niveau, zijn we voor vele andere arbeidsmarktregio's een goed voorbeeld en stimuleren we intersectorale mobiliteit en samenwerking in Twente. Hartelijk dank. Precies binnen de tijd, Jenny. Hartstikke goed, zeg. Hey, mag ik je nog een vraag stellen? Want je hebt het over een veranderende samenleving en een veranderende arbeidsmarkt. Maar deze hele coronapandemie die heeft die versnelling, hè, die veranderingen eigenlijk nog versneld. Hoe gaan jullie daar in Twente mee om? Nou, waar we in het begin heel erg keken van, We willen vooral dat leven lang ontwikkelen vormgeven. We willen mensen een kans geven om met scholing hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Zie je dat we de afgelopen
ja, eigenlijk vanaf maart veel meer gaan kijken naar echt die kansrijke beroepen. En ja, dan is een droombaan natuurlijk echt prachtig. Maar we kijken nu vooral ook van ja, wat is haalbaar op de arbeidsmarkt en waar moet je je op richten. Dus daar zijn ook onze loopbaangesprekken heel erg op gericht. Goed om te horen. Dankjewel, Jenny. En heel veel succes. We gaan verder naar het tweede project. En die is afkomstig van de Stichting Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie. En dat heet BOOST. BOOST is ontstaan in 2016. BOOST is een mindset. Het uitzicht in houdingen en gedrag. En ik ga jullie vertellen hoe het zich uit in de saamhorigheid bij ons aan boord. Hoe het bij ons aan boord begon, is eigenlijk dat de commandant vroeg zich af hoe het met de bemanning ging. En dit eindigde zich uiteindelijk in een vitaliteitspilot op het betrekken van voeding, beweging en slaap. Ja, door deze pilot gingen we meer met elkaar praten wat ons bezig hield aan boord. En gingen we meer nadenken over wat we nog meer konden doen aan boord om de werkomstandigheden beter te maken. Tijdens een havenbezoek was ik met een collega een biertje doen in de kroeg. En zaten na te denken hoe we eigenlijk de bemanning meer konden betrekken met ons werk. En toen dachten we, ja, hoe kunnen we hun het beste bereiken? En toen liepen we terug naar het hotel. En zagen we een etalage met allemaal tv's. En dachten, nou, dat zou mooi zijn om een tv op te hangen. Op die manier de informatie naar de rest van de bemanning kunnen doorspelen. Op de tv presenteerden we dan onder andere de foto's van de bins. Dus van de foto's van contacten die we hebben gemaakt. En dat, ja, dat resulteerde eigenlijk gewoon dat mensen, juist de bakker zelfs, die kwam s'nachts naar boven. Om te kijken naar wat we behaald hebben die dag. Heel de bemanning werd betrokken bij het scherm. Iedereen liet eigenlijk zijn eigen stukje van zijn dienstvak zien. Bijvoorbeeld de bakker presenteerde zijn menukaart. De technische dienst foto's van de diesel die ze aan het repareren waren. Dat mensen meer interesse kregen in elkaars werk. Voordat de wacht begon gingen mensen daar met z'n allen met een bakje koffie gingen ze naar het scherm kijken. Ik ben trots dat ik samen met een collega de saamhorigheid aan boord heb verhoogd. Ja, en dat was BOOST. Ik moet het natuurlijk op zijn Engels uitspreken en niet BOOST. Sorry, Berend. Berend van der Kraat, mag ik je de komende 2 minuten geven? Ja, dank u wel. In 2016 begon ik als commandant van de onderzeeboot. En in die tijd werd ik meer gebriefd op de status van de dieselmotoren dan de status van de mensen. En BOOST heeft ons in staat gesteld om eigenlijk die 3 centrale vragen, hoe voelen we ons, wat houdt ons bezig en wat gaan we er zelf aan doen, breed laten leven. In de afgelopen 2 jaar ben ik verder bezig geweest binnen de defensieorganisatie en de veiligheidsketen. En wat mij opvalt is dat we eigenlijk als organisaties te weinig tijd nemen om daadwerkelijk de hulpvraag met eigenaarschap te laten ontstaan. We reageren best snel op de klacht. We komen met dan een tijdelijke project of oplossing die maar gedeeltelijk de plank raakslaat. Met BOOST draaien we dat om. Met BOOST creëren we die hulpvraag en dat eigenaarschap en bieden we ondersteuning om daadwerkelijk zelf in beweging te komen. Allemaal bij dat individu op het juiste dek. Daarmee wordt de business case van BOOST niet traditioneel. Wij denken namelijk niet in impact, wij denken niet namelijk in targets, maar wij denken in beweging. En de ESF-subsidie heeft ons daar enorm bij geholpen, om het vertrouwen te krijgen, om vervolgens met 7 eenheden en zo'n 600 militairen op pad te gaan. En de verhalen die daaruit ontstonden, te vangen. En inmiddels zijn we ook buiten de veiligheidsketen aan het praten. Want BOOST is opgenomen in de stichting zonder winstoogmerk. En we zijn nu in contact aan het zoeken met gemeentes, zorginstellingen en onderwijsketens. Om gezamenlijk na de periode waar we nu in zitten, weer sociaal coherent een verhaal op te bouwen. Om gemeentes te helpen om uiteindelijk met een individu niet vanuit de klacht in beweging te komen vanuit eigen kracht. En de ESF Award, die zal ons uiteindelijk, zal de gemeentes en de andere beleidsmakers een steuntje in de rug geven om juist voor die BOOST-methodiek te kiezen en de beweging
het vertrouwen te geven. Dank u wel. Dank u wel, Berend. Ook keurend, keurig binnen de tijd. Hey, ik hoorde ergens binnen het filmpje zeggen een wendbare krijgsmacht. Dat is het belang wat jullie onder meer nastreven. Maar hoe wendbaar kun je blijven in deze tijden van corona? Nou ja, als je het op deze manier aanpakt, kan je enorm wendbaar blijven. Alles heeft een limiet, zeg ik wel eens, behalve het menselijk potentieel. En ja, zoals we net de dame vanuit de EU hebben horen vertellen, we passen onszelf supersnel aan. We zijn allemaal adaptief. En juist die kracht eruit halen. En niet denken dat we uiteindelijk het vanuit een bepaalde toren of vanuit een bepaald gedachtegoed allemaal weten voor de ander. Maar juist die ander de ruimte geven om zijn eigen ontdekkingen te doen. Ook in deze tijd is dat heel belangrijk. Want juist door het doen van die eigen ontdekking krijg je die hero's journey. Waarbij je een duurzame beweging op gang kan brengen. En dat inspireert anderen enorm. En dat zie je dus nu ook binnen de krijgsmacht gebeuren. De projecten die eigenlijk draaien, die voor de corona eigenlijk zijn opgestart. We dachten van, zou dat doorgang vinden? Maar juist krijgen ze extra vliegwiel en die mensen die dus in dat boost traject zitten, die weten elkaar beter te vinden en die weten weer terug te gaan naar die basiselementen. Want we moeten naar elkaar luisteren. We moeten elkaar vragen hoe we ons voelen, wat ons bezighoudt en wat we eraan gaan doen. Heel goed om te horen. Dankjewel, Berend. Het derde project is House of Skills in samenwerking met onder andere de gemeente Amsterdam, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties. House of Skills. Hiervoor heb ik in verschillende winkels gewerkt. Alleen in een winkel krijg je, als je geen manager wordt, praktisch nergens meer een vast contract. Dus dan sta je eigenlijk elke 2 jaar weer op straat. Ik doe nu de opleiding, verkorte opleiding, apothekersassistent. Dus ik werk. Daarnaast heb ik 1 dag in de week school. Ik ben daarbij gekomen via het UWV. Er is een tekort aan apothekersassistenten. Dus ik heb in feite, als ik gewoon mijn werk goed blijf doen en ik blijf groeien en me ontwikkelen, dan heb ik gewoon hier een baan. Ik werkte bij een natuurvoedingswinkel en ik merkte in die winkels ook dat ik nogal wel eens de neiging had om iets te netjes en precies te werken. Want dat hoeft daar niet altijd, je moet juist tempo maken. Van ja, maar in de apotheek moet je juist heel nauwkeurig werken. Want als je een foutje maakt, kan dat natuurlijk hele grote gevolgen hebben. Alle medicatie moet goed op zijn plek liggen. Het is heel belangrijk dat je, en als je het pakt, daar heel goed naar kijkt. En als je het opruimt, daar heel goed naar kijkt. En je moet elkaar controleren. Want jouw collega die dat recept heeft aangeschreven, kan ook een foutje maken. Moet je dus ook echt openstaan voor samenwerken. En openstaan voor de een weet dat misschien wat beter en de ander weet dat misschien wat beter. Ik heb ook een klasgenoot die al in de 50 is. En die zich dus nu nog laat omscholen tot apothekersassistent. Van ja, ik moet nog minstens 10 jaar. En heel veel apothekers die willen ook juist liever iemand met wat meer levenservaring. Want je bent wel met al die verschillende patiënten bezig. Het is niet één bepaalde doelgroep of zo. En we zijn ook verplicht om cursussen te blijven volgen als we eenmaal gediplomeerd zijn. En dat voelt voor mij alleen maar als prettig. Want dan blijf ik me er ook in ontwikkelen en dan blijft het ook in beweging. House of Skills. Hallo Annelies Spork. Omscholen, bijscholen, herscholen. Ga je gang. Dank voor de uitnodiging. Elske is een Pietje precies en kan goed overweg met cijfers. Tot haar 30ste werkte ze in de retail en scholde zich vorig jaar om als apothekersassistent. Via House of Skills maakte zij de overstap naar een andere sector. Ik ben Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills, een publiek-private samenwerking van 18 partners. Graag licht ik toe waarom wij inzetten op skills. En organiseren dat mensen kunnen reizen over de arbeidsmarkt, zich blijven ontwikkelen en hun talenten optimaal benutten. Mijn vader werkte zijn hele leven bij het spoor. Zo'n loopbaan van leven, werken en pensioen bestaat bijna niet meer in deze snel veranderende tijd. Want waar begint Elske?
als in de retail waarvoor ze is opgeleid nauwelijks meer vacatures zijn? Hoe komt ze erachter welk werk bij haar past? En hoe kan de apotheker duidelijk maken dat ze relevante skills heeft om in de apotheek aan de slag te gaan? Via de instrumenten en de procesarchitectuur van House of Skills krijgt Elske antwoorden op haar vragen. Door onder andere de virtuele paskamer in te stappen, daar een skillsprofiel aan te maken en te matchen op de functie die de werkgever in de paskamer hing. In de pilot apothekersassistenten werken partners langs de lijnen van skills samen, zodat Elske nu een passende baan heeft met bijpassende omscholing. De brancheorganisatie heeft deze aanpak inmiddels in 5 regio's uitgerold en er zijn al 200 werkzoekenden aan de slag in de apotheek. Net zoals Elske zijn er tienduizenden mensen nu op zoek naar ander werk. Bijvoorbeeld in onze omgeving op Schiphol. Karen is stewardess en wil naar de ouderenzorg. Hassan wil in de logistiek naar de jeugdzorg. De skillsaanpak maken deze dromen waar. Met behulp van ESF. Zowel voor werkzoekenden als werkgevers. House of Skills, voor een toekomst die werkt, juist nu. Dankjewel, Annelies. Annelies, ook aan jou een vraag. Het hebben van skills is natuurlijk altijd belangrijk, hè? Welke tijd je ook leeft. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat nu door corona de toestroom van mensen die op zoek zijn naar werk, maar daarvoor moeten worden, ja, andere skills moeten krijgen, enorm is toegenomen, vooral bij jullie in Amsterdam. Klopt dat? Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de luchtvaart, de evenementenindustrie, maar ook in de hospitality. Nou, daar werken heel veel mensen die echt op zoek moeten naar ander werk, omdat er op korte termijn geen, nou ja, we hopen op herstel, maar op korte termijn zal daar niet heel veel werk meer zijn. Maar deze mensen hebben wel skills en die zijn ook relevant in andere beroepen. Alleen zo kijken wij niet naar de arbeidsmarkt. Je bent echt opgeleid voor je beroep. Samenwerken, nauwkeurig zijn, is niet alleen in de retail relevant of in de ouderenzorg, maar is ook in de apotheek relevant. Dus hoe kan je dat nou in kaart brengen, welke skills je hebt en welke overstap je kan maken naar een ander beroep? Nou, dat betekent dus dat je met elkaar een skillstaal voor de Nederlandse onderwijs- en arbeidsmarkt moet maken, want daar zit een heel fundament onder. Nou ja, dat doen we natuurlijk niet alleen, dat doen we samen met UWV en CBS en heel veel anderen. Dank je. Ja, nou, ik wens je heel veel succes de komende tijd ook vooral, want het zal goed het druk is, zijn bij jullie. Het is heel erg druk. En het mooie is dat we nu al samenwerken met heel veel andere regio's ook. Dat is goed om te horen. Dank je wel, Annelies. We gaan naar het vierde project en dat is de gemeente Utrecht in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Weten wat er werkt in Utrecht. Weten wat werkt is gestart met het idee van, goh, kan de bijstand ook anders? Anders dan dat we het nu doen. En dan hebben we ook gekeken, wat is er nog meer mogelijk dan de huidige dienstverlening die we bieden om mensen te begeleiden? We hebben gezamenlijk als team ook van tevoren bekeken van wat willen we nu anders gaan doen. En daarnaast hadden we voor onszelf een soort menukaart gemaakt. Om te bedenken wat voor opties hebben wij naast wat we al hebben de deelnemers te bieden. Bijvoorbeeld een huisbezoek doen bij mensen thuis. Of misschien een gesprek met z'n drieën bij de werkgevers. Wat drempelverlagend is voor de deelnemer, maar ook drempelverlagend voor de werkgever. Zodat je samen gaat werken. Samenwerking hebben we ook echt opgezocht bijvoorbeeld met het buurteam. Op hulpverleners. We hebben veel multidisciplinaire gesprekken gehad om volgende stappen te zetten. Ik heb alle mensen de Jussel-methode laten doen. Een Jussel-methode is plat gezegd een soort blokkendoos, waardoor je samen met de deelnemer gaat kijken, waar sta ik nu op dit moment? Wat zijn mijn belemmeringen en wat zijn mijn steunpilaren? Ik had een alleenstaande moeder met 2 kinderen. En haar oudste zoon is meervoudig gehandicapt, zowel geestelijk als lichamelijk. En mevrouw had ook een dochter van 1 jaar. Ik had het idee, dat gaat niet lukken. Die gaat bij mij komen. Nee hoor, ik ga niet werken. Ik heb met haar de Jussel-methode gedaan.
En wat belemmert jou om een volgende stap te maken? En tot mijn grote verrassing kwam zij bij mij en zei, ik wil werken. Ik zeg, maar hoe zit het dan met je kinderen? Ja, maar dat gaat allemaal goed, maar ik heb jullie hulp nodig, want ik wil kinderopvang. En ik weet niet hoe ik het moet doen. Dat vergt van ons een andere manier van kijken. En veel meer vanuit het perspectief van de klant kijken, doordat je minder aannames hebt. Maar ook dat er veel meer mogelijk is dan je in eerste instantie soms denkt. Hallo, ik dacht dat ik Roger van Loon hier zou zitten, maar je bent Carlijn, hè? Ja, Carlijn, hoor je mij? Carlijn? Ik hoor jou, maar ja. Dit was niet het project van de Wever. Ja, het zat een beetje door elkaar heen. Ja, neem me niet kwalijk, Carlijn, ik vind het... maar mag ik jou in ieder geval het woord geven? De komende 2 minuten zijn voor jou. Oké, dan ga ik even snel schakelen naar de pitch van De Wever. Jullie hebben het filmpje nog niet gezien. Ik hoop dat dat zo meteen getankt wordt. Want De Wever is een Brabantse zorginstelling waar we met hart, ziel en passie iedere dag voor onze cliënten zorgen. Met onze kennis en ervaring op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hebben we gezien hoe belangrijk het is om onze medewerkers iedere dag te blijven inspireren, motiveren en activeren om in balans te blijven. Balans tussen lichaam en geest en balans tussen werk en privé. Veel van onze collega's cijferen zichzelf namelijk van nature vaak weg. Maar de struggle die zij ook ervaren met levensfasegerichte uitdagingen, dat is geen onbekende. Alleen het gesprek hierover voeren, dat is vaak niet zo vanzelfsprekend. Op de vraag op welke manier wij als organisatie op een positieve manier bij kunnen dragen aan de balans van onze medewerkers, springt de rol van de leidinggevende eruit. Zij hebben een essentiële rol in de coaching van de medewerker, en het creëren en ook het borgen van een werkcultuur waarin de visie op inzetbaarheid een gedeelde visie is. Hoe kan nou die leidinggevende vanuit inzetbaarheid het gesprek aangaan met de medewerker om hen in iedere levensfase ook op de goede manier te kunnen ondersteunen? Maar hoe kunnen we nou ook die medewerker juist inspireren om zelf na te denken over de levensfasegerichte uitdagingen waar zij mee worstelen? Nou, door middel van de ESF-subsidie is het mogelijk geweest om het trainingsprogramma Regie op Inzetbaarheid direct grootschalig te kunnen implementeren bij ons in de organisatie. De training is ontwikkeld voor leidinggevenden om meer bagage te krijgen en dat fingerspeechinggevoel te ontwikkelen voor in het gesprek met de medewerker. Het belang is juist dat de medewerker zich vrij voelt om ook proactief aan te durven en kunnen geven met welke levensfasegerichte uitdagingen ze worstelen. En dat juist voordat er een probleem is ontstaan. Nou, het resultaat van dit project is al heel goed zichtbaar. Leidinggevenden voeren al vaker het gesprek met die medewerker, echt over hun balans. En het gevolg daarin is dat ook de medewerker juist zelf ook al op een actieve manier aan de slag is daarmee. Ook merken we dat er interesse is vanuit organisaties in de regio. We zijn al benaderd over die levensfasegerichte aanpak. Nou, we staan er als Wever zijn ook heel erg voor open om daarover met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen over te kunnen delen. Dank jullie wel. Carlijn, en mijn excuses, we hadden het verkeerde filmpje ingestart. Dus dat betekent dat jij in ieder geval nu alvast een mooie introductie hebt gemaakt op het filmpje van de stichting De Wever, levensfasegerichte duurzame inzetbaarheid. Maak werk van jouw balans. Gaan we nu naar kijken en ik kom daarna nog graag even bij je terug. Ja. Het is echt een stukje bewustwording hoe je mensen meer kunt betrekken bij wij zelf verantwoordelijk zijn in jouw ziekteproces. Jij bent in de lead, dus jij moet kijken naar welke mogelijkheden je hebt. Daarmee voel je jezelf ook veel meer betrokken bij jouw collega's en wat het doet als jij je ziek gaat melden. We hebben een training verzuimen. Daarin hebben we verschillende onderwerpen besproken. En is ook een stukje gesprekstechniek heel duidelijk naar voren gekomen. Ik deed heel gauw, als iemand belt, dan zei ik, we gaan de hand aan. Maar het is de kunst om niet de vraag te stellen, maar wel het antwoord te krijgen.
Dus als iemand zich nu meldt en zegt, god, dat is vervelend. En dan zeg ik van, kun je misschien iets meer toelichten? Of, nou, en dan komen ze met het antwoord. Want je hebt natuurlijk ook wel eens mensen die dan maar door en maar door. Maar daar ligt bij mij weer de taak, dat ik zie dat iemand maar door en maar door en maar door. Ik zeg, kom eens even bij me. En het is fijn dat jij altijd die ziekmeldingen opvult. Maar je werkt al fulltime, maar op een gegeven moment is jouw emmertje ook vol. Dat willen we niet, dus je neemt even een pasje terug. En vooral die spiegel en dat terugleggen, ja, dat doet echt heel veel, hoor. En het allermooiste is dat ze dan zelf zeggen van, oh, maar dat kan ik misschien wel anders oplossen. Ik heb een medewerker die is helaas gevallen, op de pols gebroken. Die kan nu niet auto rijden. En die belt mij dan en die zegt, ja, ik heb al eventjes gekeken, Ingrid. Volgende week is die en die collega er. En die pikt mij op, dus dan kom ik wel gewoon mijn diensten werken en kom ik ondersteunen de dingen doen. Dus ze willen er wel zijn en ze willen wel collega's kunnen ondersteunen. Wat ik het leuke vind om het over te brengen, maar ook om te zien dat ze het ook helpt, zeg maar. Omdat je graag wil dat iemand zelf weet wat zijn rol hierin is in het geheel. Dat is het vooral. Ah, Carlijn, ik kom nog even graag bij je terug. Carlijn, ik kan me voorstellen dat bij zo'n project duurzame inzetbaarheid ook nu in coronatijd hele andere vragen aan de orde komen. Klopt dat? Dat klopt. Je ziet dat de werkdruk in de ouderenzorg is op dit moment heel erg groot. Tuurlijk, er zijn op verschillende vlakken zijn er persoonlijke levensfase kwesties die juist nu ook wat meer omhoog komen. Maar het fijne van dat we dit project dus al eerder gestart zijn, is dat die leidinggevenden juist nu al die tools hebben, die ze nu misschien nog wel harder nodig hebben dan daarvoor. Omdat er nog meer problematiek naar boven komt. En ze juist nu die bagage nodig hebben en juist goed uit de voeten moeten kunnen. Ja, en beter geïnstrueerd zijn dus. Ja. Ja, het project heeft hun echt meer bagage gegeven, beter kunnen instrueren, maar ook feeling kunnen geven. Hoe kan je nou op een goede manier het gesprek aan met die medewerker? Dat is juist in tijden van corona nog extra belangrijk. Onze collega's kunnen niet thuiswerken. Dus de druk die zij hier ervaren, alles wat zij meemaken op de dagelijkse werkvloer, is alleen nog maar belangrijker om dat persoonlijke contact met elkaar te blijven hebben. Okay. En met elkaar in gesprek te blijven gaan. Okay, goed. Heel hartelijk dank en heel veel succes ook voor je medewerkers. Dank je wel. We gaan nog even terug naar Roger van Loon. Roger, waar ben je? Heel erg. Roger, kom je? Ja, want Roger is van de gemeente Utrecht. Ja. En die heeft in samenwerking met de Universiteit van Utrecht weten wat werkt in Utrecht. Hallo, sorry ook voor jou, maar mag ik jou toch nog even een vraag stellen? Want je hebt nog niet gepitcht, hè? Of wel? Nee, ook niet. Nee. Dan ben ik helemaal. Laten we daar maar mee beginnen. Doen we die vraag zo meteen. Wil je pitchen? Dan heb je nu de 2 minuten. Is goed. Ga je gaan. Yes. De regels in de bijstand zijn ingewikkeld. Ik ken het heel dicht. Wij wilden weten of dienstverlening voor onze inwoners met een bijstandsuitkering ook anders, eenvoudiger en beter voelt. Daarom zijn we een ESF-GTI-experiment begonnen als gemeente Utrecht met de Universiteit Utrecht, genaamd Weten Wat Werkt. In Weten Wat Werkt deden 752 inwoners met een bijstandsuitkering, verdeeld in 4 groepen. Een groep waar de regels hetzelfde bleven, een groep met extra vrijheid, een groep met extra begeleiding en een groep die extra mocht bijkomen. Dit experiment leerde ons om anders te kijken naar de begeleiding naar werk. Mensen die zelf in actie kwamen bijvoorbeeld, die vaker een vast contract kregen. En mensen die vaak in een deeltijd gingen en bleven werken, omdat ze langer en meer mochten bijverdienen naast de uitkering. ESF hielp ons om onze werkwijze tegen de lamp te halen. Is elke bijstandsgerechtigde wel gebaat bij dezelfde aanpak en dezelfde regels? Een voorbeeld was een meneer die zich enorm schaamde voor de staat van zijn woning, zich vervreemde van zijn omgeving en daardoor geïsoleerd raakte en ook de aansluiting naar de maatschappij en werk miste. Door te kijken naar de brede leefwereld van meneer, zagen we dat hier een intensievere begeleiding nodig was. En konden we een aanpak op maat bieden. Een nieuwe vloer vormde hier de fundering van de aanpak op weg naar werk.
De samenwerking van werkmatchers, beleidsmakers en onderzoekers zorgde voor een zeer veelzijdige dynamiek van dit experiment. Met elkaar in de praktijk leren om te weten wat werkt en vanuit de wetenschap meten wat werkt. En die resultaten lieten ook duidelijk zien dat een andere bijstand ook echt werkt. We hebben dit project aangemeld omdat we met hulp van ESF hebben geëxperimenteerd met bestaande wetgeving met een wetenschappelijke analyse. Dat is nog nooit eerder gedaan en dat verdient in onze ogen navolging. Zo is dit project een voorbeeld van innovatie om de economische en sociale samenhang te versterken. En laat dat nu net de taakomschrijving van ESF zijn. Vraag nog aan jou. Jullie richten je vooral op de mensen met een, zeg maar, een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ben je nou niet bang als er straks een grote groep nieuwe werklozen komt, mede door corona, dat juist die groep waar je nu op richt weer wat ondergesneeuwd raakt? Ja, dat is altijd een risico. Dat zag je ook bij de vorige economische crisis. En dat zien we nu ook. Ik zie mezelf niet, maar ik praat wel door. We horen je, ja. Oké. Ja, want wat des te interessanter is, dat we weten wat werkt ook als aanzet hebben gebruikt. Om ook een aanpak die we waar mee bezig waren, een werkbeweging, om juist extra in te zetten op de meest kwetsbaren. En ik denk dat dat nog steeds, ook in corona, met een nog grotere doelgroep, het nog steeds heel erg belangrijk is om te kijken naar je dienstverlening. En nog steeds ook, nog zeker ook niet alle mensen, en al worden dat meer mensen in de bijstand, om die allemaal op dezelfde manier te behandelen. Ik denk dat we in dit experiment echt hebben kunnen laten zien dat echt een variatie aan begeleiding, aan mensen ook vrijlaten, dat voor heel veel mensen heel verschillend ervaren werd. En ook op allerlei manieren tot een heel mooi resultaat kan leiden. Prima. Roger, je bent helaas niet meer zichtbaar, maar we hebben je in ieder geval wel goed kunnen horen. En ik zou zeggen, blijf in ieder geval online, want we zijn er nog niet. Pas aan het einde van deze bijeenkomst zullen we bekendmaken wie de winnaar is. Maar hopelijk is dan jouw verbinding weer wat beter. In ieder geval voor dit moment heel hartelijk dank. We gaan naar de laatste en dat is de wildcard. Dat is de gemeente Nijmegen in samenwerking met de Radboud Universiteit. Positieve psychologie voor statushouders. Het waren 6 bijeenkomsten. En de workshop allemaal gaat over positiefheid en hoe ga je denken en je leven hier in Nederland opnieuw opbouwen. Ik vond het fijn dat je gaat mensen van je eigen cultuur ontmoeten. Die hebben dezelfde omstandigheden, dezelfde moeilijkheden gehad. Dat je bent niet alleen. In de cursus leer je eerst denken wat is belangrijk voor jou hier en nu. De kennis, de vaardigheden, de ervaring die je hebt. Bepaalt wie je bent. Want ik heb mijn studie afgerond in Syrië en het duurt 5 jaar op het universiteit. En ik heb alles gedaan om mijn diploma te halen en om af te studeren tijdens de oorlog en de bommen. En naar Nederland gekomen en toen zeggen ze, het is niet genoeg. Ik kan niet werken. Dus ik vond me ook als een kind dat je niks kent en je moet opnieuw studeren. En je moet de taal leren. In Syrië had ik mijn hele leven, dacht ik, oké, ga een apotheker worden. En ik heb hier dacht ik, wil ik echt een apotheker werken? Je bent een beetje kwijt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit in Syrië over mijn zelfvertrouwen gedacht. Omdat het gewoon komt vanzelf. Maar hier, ik kreeg zelfvertrouwen als ik iets bereik. Als je natuurlijk ook zelfstandig bent, als je kan werken, studeren en voor de maatschappij iets doen.
Ja, dat was positieve psychologie voor statushouders. De gemeente Nijmegen. En inmiddels in beeld is José Muller-Dučić. Mag ik jou de komende 2 minuten het woord geven? Ga je gaan. We horen je niet, José. Zullen we even stoppen tot... Sorry, ik had mijn microfoon. Oké. Nou, dan beginnen we gewoon even opnieuw. De tijd gaat nu in voor je. Ga je gang. We zijn zelfverzekerder geworden. Wij vinden de cursus erg waardevol. Als mijn vader vroeger boodschappen deed, moest ik altijd mee. Nu doet hij veel meer zelf. Met de buren is nu goed contact. Ze komen op de koffie. Dit is een greep uit reacties van een aantal deelnemers van onze cursus Mosaïek. Het doel van Mosaïek is actieve inclusie. De cursus is er namelijk op gericht om de mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders te verbeteren. Dit doet het door deelnemers na te laten denken over wat zij belangrijk vinden in hun nieuwe leven in Nederland. Ze gaan acties formuleren die hiermee overeenkomen en voeren deze uit. Ze leren daarmee waardegericht te handelen. Bovendien ontdekken ze hun sterke kanten en leren ze deze in te zetten in het behalen van hun doelen. Onze cursus is sociaal innovatief, omdat wij de positieve psychologiestroming en de meest recentelijke wetenschappelijke inzichten voor het eerst hebben toegepast bij statushouders. Bovendien hebben we de doelgroep voor het eerst actief betrokken bij de ontwikkeling en organisatie van de cursus. De doelgroep is eveneens voor het eerst zelf betrokken bij het geven van een cursus. Elke bijeenkomst wordt namelijk begeleid door een hoofdtrainer en een ervaringsdeskundige trainer. Mosaïek is bovendien de enige cursus die in de taal van de deelnemer wordt aangeboden. Tot slot is Mosaïek de enige cursus die gericht is op mentale gezondheid en arbeidsmarktintegratie. Dat Mosaïek helpt, laten de eerste resultaten van ons experimenteel onderzoek zien. In vergelijking met de controlegroepen voelden de interventiegroepen zich na afloop van de cursus sterker verbonden met de Nederlandse samenleving en hadden zij meer contact met buren en vrienden. Na afloop van de cursus hadden de interventiegroepen bovendien meer vertrouwen om in de toekomst werk te vinden en besteden zij meer uren aan stage of werkervaringsplek. Wij verdienen de ESF Award omdat wij de doelgroep echt hebben bereikt en betrokken. Dankjewel. En samen met hen verschillen. Dankjewel. Dankjewel, José. Ik vroeg me af in deze tijden van corona, de afgelopen 8-9 maanden, hoe zijn die cursussen toen gegeven? Wij hebben de cursus op dit moment in 6 gemeenten geïmplementeerd. En die implementatie heeft plaatsgevonden voor de coronacrisis. Mm-hmm. En tijdens die implementatie hebben we data verzameld om het effect van de cursus te kunnen evalueren. En daar zijn we momenteel mee bezig. En de implementatie die vindt dus op dit moment niet plaats. Het is wel de bedoeling dat de cursus ook in andere gemeenten in Nederland geïmplementeerd gaat worden. Daarover staan we in contact met een aantal andere gemeenten. En zodra dat kan, proberen we dat te realiseren. En kan natuurlijk ook op een gegeven moment deels digitaal worden gegeven. Inderdaad. Dat zou een optie kunnen zijn. Ja. Heel mooi. Dankjewel, José. En bedankt alle 6 pitchers, alle 6 projecten. Het is inderdaad niet te doen hoor, om hier een winnaar uit te destilleren. Het zou mij niet lukken, maar gelukkig hoef ik dat ook niet te doen. En hebben we daar een jury voor. En die jury die gaat nu in beraad, als het goed is. Ze trekken zich nu terug. In de tussentijd, ik zie José nog steeds, maar dat geeft niet José, ik vind het prima. Maar we gaan dus in de tussentijd, het eerste kwartier, gaan we een quiz doen. En daarna hebben we nog onze keynote speaker. Maar laten we eerst maar eens beginnen met de Kahoot quiz. Ik weet niet, kent u de Kahoot quiz? Ik heb in mijn, dus op mijn werk, in mijn privéleven, familie, buren. Ik heb de afgelopen maanden zo ontzettend veel gequizd. Dat deze kan er ook wel weer bij. En het blijft natuurlijk wel leuk om met elkaar bezig te zijn. Dus de Kahoot-quiz, nou ja, dat doen we gewoon op een telefoon of op een nieuw tabblad kan dat gebeuren. Als je dat nou eerst eens opent. Kahoot.it staat er ook op, hè, op het scherm. En daar, je kan ook via de Kahoot-app, als je zoals ik al heel vaak heb gequizd. Goed, als het goed is, als je die opent, dan komt er op een gegeven moment een pincode tevoorschijn. Die staat nu ook al in beeld, maar die moet je dan ergens gaan invullen. En als je dat hebt gedaan, dan kom je in een, wat wij dan noemen een quizomgeving.
Dat moet je dan een beetje invullen. Je moet je naam invullen. Het is wel leuk om gewoon je eigen naam te doen. Maar je mag natuurlijk ook altijd een schuilnaam doen. Of een naam van iemand anders. Dat maakt niet uit. En nou, ik heb in totaal al iets van 14 vragen. En het gaat een beetje van... Ja, je moet natuurlijk in ieder geval zorgen dat je de vragen goed hebt. En als we dan meerdere winnaars hebben... Dan is het degene die het snelste was met het antwoorden van de vragen... Met het geven van de antwoorden, dat telt dan ook mee bij uiteindelijke winnaars die we gaan bepalen. En dan hopen we er gewoon drie over te houden. En van die drie, of die drie, dat zijn dan de drie die het snelst en best hebben ingevuld. En die krijgen dan een goodiebag. Dus dat valt er te winnen. Een prachtige goodiebag. En als je die nou wint, want we moeten natuurlijk wel weten wie dat waren. Stuur dan even een mailtje naar ons en dat is esf-event@apenstaartje-sw.nl. Nou ja, dat wijst zich vanzelf. Maar eerst maar eens kijken hoe ver we komen. En ben dan wel heel erg benieuwd hoeveel jullie weten van Europa en van het Europees Sociaal Fonds. Want Europa, het is wel heel ver weg. Hè? We weten op dit moment meer van Amerika, van de presidenten die daar is verkozen en van alle staten. Maar of we nou precies weten waar alle landen van Europa liggen... laat staan dat we weten hoeveel er zijn. Laat staan dat we weten hoeveel er zijn, zitten in de Europese Unie. Ja, dat zijn allemaal vragen die ik jullie allemaal ga stellen. En ondertussen zie ik dat er 22 deelnemers zijn. We kunnen minstens 80 deelnemers hebben, want zoveel mensen... Want we vroegen ons ook af hoeveel mensen zouden er nu online zijn. Nou, dat zijn er 80. Maar ja, het valt niet mee. Oké, we zitten op de helft, want ik begreep dat er van die 80 in ieder geval 50 in Kahoot zitten. En ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen zin heeft om mee te doen aan deze quiz. Dat kan, dan wacht je gewoon eventjes tot we klaar zijn. En dan blijf wel in ieder geval online, ook al quiz je niet mee. Maar 28, nou... Ik weet dat ik zelf de laatste keer dat ik bij Kahoot moest inloggen, dat het allemaal zo ontzettend snel ging. Voordat ik wist waar ik mijn wachtwoord moest intikken. En op dat moment waren ze al begonnen. En toen heb ik maar heel stiekem een beetje teruggetrokken. Want ik wilde toch niet overkomen dat ik de enige was die het niet kon volgen. Want dan krijg je vast weer wat over je leeftijd te horen en zo. Maar goed, toen ik even goed nadacht, de volgende keer lukte het wel. Dus ik denk dat dat toch geen excuus hoeft te zijn. We zitten al op 31. Nou, het gaat nog steeds door. Dus ik denk dat mijn stichtelijke woorden over dat je niet bang hoeft te zijn als het niet in één keer gaat, best wel eens overgekomen. 31. Maar het kan ook zijn dat al die mensen van de Europese Commissie nu niet meedoen. Dat kan natuurlijk ook, want die hebben natuurlijk al die vragen. Dat weten ze ambtshalve. Maar wat zullen we doen? Zullen we toch maar 32? Nou, ik zie een heleboel. We gaan gewoon beginnen. En ik zei al, vraag 1. Ik vroeg me al af of jullie weten hoeveel lidstaten er in de Europese Unie zitten. Uit hoeveel lidstaten bestaat de Europese Unie? Dat is natuurlijk wel iets waar je even over moet nadenken. Maar je kan kiezen uit 4 verschillende mogelijkheden. Zijn dat er rood, 25, blauw, 27, geel 26 of groen 28 lidstaten. Als het goed is, hebben jullie dat nu in beeld en kun je dan op een van de kleurtjes even indrukken als je denkt van nou, dat moet toch zeker dat antwoord zijn. Zijn het er 25, 27, 26? Of 28 lidstaten. We zijn in de jaren 60 begonnen met 5 lidstaten, onder meer Nederland, de Founding Fathers, zoals dat zo mooi heette. En langzaam maar zeker breidde zich dat uit. Er zijn nu al 10, 11 en een heleboel antwoorden binnen. Dus we blijven nog even wachten tot iedereen heeft gestemd op rood, op geel. Het is ook een beetje oranje, maar ik noem het maar toch maar even geel. Op blauw of op groen. Er zijn 30, kijk. En wie hadden het goed? De 14 die blauw hebben ingedrukt. Het zijn er inderdaad 27. Het waren er eerst wat meer, maar er is 1 land weggegaan. En ja, we vroegen ons af, dat is dan ook vraag 2. Welk land vertrok er op 31 januari 2020 uit de Europese Unie?
Dat was dus in dit jaar, begin dit jaar, vertrokken met veel bombarie, mogen we wel zeggen, een land uit de Europese Unie. Het heeft heel wat voeten in aarde, want hoewel ze er het land er op dit moment uit is, is het vertrek nog niet bepaald geregeld. U kunt kiezen uit rood Kroatië, B uit blauw het Verenigd Koninkrijk, het geel is Hongarije en Polen staat binnen de groene balk. Welke van deze vier landen is verdwenen uit de Europese Unie? En ik weet niet of we er erg rauwig om zijn. Ik denk dat het land zelf op een gegeven moment er meer nadelige gevolgen van ondervindt dan wij. Maar dat is mijn persoonlijke mening en dat heeft eigenlijk helemaal niet zoveel zin om dat te zeggen. Want het is een vraag waarvan ik denk dat de meeste mensen daar wel een antwoord hebben. De antwoorden zijn bijna binnen en ja, het is inderdaad blauw het Verenigd Koninkrijk. Is er toch nog eentje die dacht Kroatië? En we zien Berend, ja, die hebben we net nog gezien, een van de pitchers. Ik neem aan dat hij degene is die nu aan kop staat en dat het niet een andere Berend is. Maar goed, er kan nog een hoop gebeuren, want we zijn pas bij vraag 3. Hoeveel euro zit er in het Europees Coronafonds? En als je goed had opgelet, had mevrouw Zoukova het antwoord al in haar speech, in haar toespraak tot ons. Zij heeft het juiste bedrag genoemd. En ook dat het heeft heel wat voeten in aarde gehad, hoor, voordat het bedrag rond was, voordat al die landen van de EU, al die lidstaten het ermee eens waren. En ook nu is het nog niet allemaal rond, hoewel het Europees Parlement is akkoord met al deze leningen en subsidies, die wel en geen bonds genoemd mogen worden. Of en is het rood 1,3 biljoen? Is het blauw 750 miljard? Is het geel 800 miljoen of is het groen 500 miljard? Het is een gigantische hoeveelheid geld, dat wel. En ik weet dat de zuidelijke lidstaten hebben allemaal al een claim ingediend. En ook die is ook al voor een groot gedeelte toegewezen. Nederland kan 9 miljard krijgen, maar dan moeten ze nog wel het een en ander regelen, vooral in de sfeer van de hypotheekrente. En we hebben, het is inderdaad 750 miljard. 14 mensen hadden het goed. En eens even kijken wie dat allemaal wel. Ja, Berend staat nog steeds aan kop. Heel goed, Berend. Maar kom op, jongens, we kunnen dat vast nog wel wat veranderen. Wie zitten er in de Europese Raad? Is vraag 4. Zijn dat rood regeringsleiders van de EU-lidstaten? Of zijn het B, gekozen Europarlementariërs? Zijn het geel, de permanente vertegenwoordigers, ook wel ambassadeurs genoemd, van de Europese lidstaten? Of zijn het groen, de 27 uit lidstaten afkomstige rechters? Ik heb het dus over de Raad, de Europese Raad en niet de Raad van Europa. Het lijkt allemaal ontzettend op elkaar, maar het zit een enorm verschil in de Europese Raad en de Raad van Europa. 27 antwoorden zijn inmiddels, of nee, 7 antwoorden zijn heb ik inmiddels binnen. Het is er wel eentje waar je even over moet nadenken, maar niet te lang nadenken. Want dat kan allemaal uiteindelijk van je prijs afgaan als je die wint, als je te lang wacht. De Europese Raad. We moeten daar wel even over nadenken. Zijn dat de regeringsleiders van de Europese lidstaten, de Europarlementariërs, de permanente vertegenwoordigers, de ambassadeurs van de Europese lidstaten, of zijn het 27 uit de lidstaten afkomstige rechters? Ja, 14 hebben het goed. Heel goed, jongens. Het zijn inderdaad de regeringsleiders van de Europese lidstaten. En nog steeds hebben we Berend aan kop, maar Rianne Wever zit hem op de hielen, net zoals Daan van SZW en ook Dree en JK kunnen nog een kans maken, want ik heb nog een heleboel vragen. Want wie is de president van de Europese Unie? Jawel, we hebben een president in onze Europese Unie. Die is weliswaar niet door ons gekozen, dat doen de lidstaten. Het zou mooi zijn als we de volgende keer bij de verkiezing van de president van de EU eens een beetje naar Amerika zouden kijken. Dat we gewoon zorgen voor 2 kandidaten die nogal uiteenlopen, hè, die heel verschillend zijn. En dat wij als burgers van die Europese Unie ook mee mogen stemmen. Misschien kunnen de leden van de Europese Commissie dat meenemen naar Brussel. Goed, vraag 4 is dat
Ursula von der Leyen op rood of blauw Charles Michel? Of is het geel van onze eigen Frans Timmermans? Of is het groen David Sassoli? Of Sassoli? Sassoli, ja, het is een Italiaan in ieder geval. Ursula von der Leyen, Charles Michel, Frans Timmermans of David Sassoli? Ik heb inmiddels 20, 23, 24, een heleboel al binnen. En ik ben heel benieuwd of jullie dat weten, wie de president van de Europese Unie is. En dat is inderdaad Charles Michel. Heel goed, er zijn er toch nog 16 die dachten dat Ursula het was. Nee, Ursula, dat is de voorzitter van de Europese Commissie. Dus die moeten we niet door elkaar halen. En eigenlijk moet ik zeggen, president van de Unie, het is eigenlijk de vaste voorzitter van de Europese Unie. Want we hebben ook nog een andere voorzitter van de Unie en dat is ieder half jaar een andere lidstaat, om het nog even ingewikkelder te maken. Vraag 6, hoeveel Nederlandse Europarlementariërs zijn er? Oh ja, maar nog even kijken, Bieren staat nog op kop. Is dat, hoeveel Nederlandse Europarlementariërs? Zijn dat rood 43? Zijn dat blauw 29? Zijn dat geel 12? Of zijn dat groen, zijn dat er 17? Het fluctueert nog wel eens, maar sinds de laatste verkiezingen hebben we er een paar bijgekregen. Dat had ook weer, het was het gevolg omdat Groot-Brittannië natuurlijk uit de Unie stapte en dus ook uit het Europese parlement. Maar hoeveel het er nou precies zijn, ja, dat is nog even de vraag aan jullie. Is het rood, geel, blauw of groen? Dus zijn het er 43, 29, 12 of 17? En ik kan wel zeggen dat vrijwel alle Nederlandse politieke partijen, de fracties in de Kamer zijn vertegenwoordigd, behalve de SP, die hebben het niet gered bij de laatste verkiezingen. Goed, hoeveel Nederlandse parlementariërs zijn er? De antwoorden komen binnen en ik heb weer bijna alle antwoorden binnen. En ik ben heel benieuwd of jullie daar een goed antwoord op hebben. Het antwoord is namelijk, nee, ja, helemaal goed, blauw 29. Heel knap. 15 hebben het goed. Eens even kijken. Nog steeds Berend. Berend, ja, Berend aan kop. Ja, oh, zijn er een paar gezakt. Daan is een plaatsje omhoog gegaan. Dat is heel mooi, Daan. Gefeliciteerd alvast. Maar hou vast, want we zijn er nog niet. We zijn namelijk op de helft. Hoeveel inwoners telt de Europese Unie? Dat is vraag 7. Al die landen bij elkaar, dus exclusief Groot-Brittannië, die tellen we even niet mee. Dus zijn dat er ongeveer, want we hebben ze niet allemaal geteld, maar zijn dat er ongeveer 450 miljoen, dat is rood. Zijn dat er ongeveer 600 miljoen, dat is blauw. Zijn dat er ongeveer 510 miljoen, ja, dat is geel. Of zijn dat er ongeveer 730 miljoen? Het zijn er in ieder geval een hele hoop en je zou ze maar op de koffie krijgen. Maar dat krijgen we niet, de antwoorden komen binnen. Ik denk dat het voor heel veel mensen een gokvraag is. Ik zou het ook niet weten hoeveel het er zijn. Hoeveel er inpassen. Dat is natuurlijk ook... Ja. Goed, 9 antwoorden. Het gaat steeds verder, loopt het op. Het is mooi dat jullie allemaal nog meedoen met deze quiz. Dat jullie hem niet al te saai vinden. Maar het is natuurlijk ook wel goed even voor de Europese kennis. Ik denk dat alle antwoorden binnen... Jazeker, 11 en meer, de meeste mensen, of althans de meeste antwoorden zijn op 11. En dat klopt, het zijn er ongeveer 450 miljoen. Goed, we gaan even iets dichter bij huis. We gaan naar vraag 8, en namelijk de ESF Award. Die van vorig jaar, dat is makkelijk, want die hebben we net gezien. Vorig jaar werd die namelijk door een van onze juryleden gewonnen. En dat was Den Helder. Maar we hadden in 2018 ook een winnaar. Dat was een hele spannende wedstrijd toen ook. Het was ook bijna onmogelijk om daar al bij voorbaat te zeggen, die gaat het winnen. Was het de gemeente Rotterdam? Dat is rood. Was het de gemeente Amsterdam? Dat is blauw. Of de gemeente Utrecht? Geel. Of de gemeente Den Haag? Op groen. Ja, groen is ook de kleur van Den Haag. Hè? Rotterdam is rood. Amsterdam is blauw. De gemeente Utrecht is dus geel. Wie won de ESF Award 2018? Uitgereikt in de Gouden Zaal, de voormalige Portugese synagoge hier om de hoek in Den Haag. Het was heel druk, dat kan ik me nog herinneren. Het was heel slecht weer, het regende.
Maar we hadden ook heel veel mensen in de zaal, in die goede oude tijd. We kunnen het bijna niet meer voorstellen hoe het er toen uitzag. Maar nu doen we het zo en dat is net zo leuk. Gemeente Amsterdam, 12 hadden het goed en die hadden het ook juist. Dus dit was Amsterdam. En die wonnen toen ook met de aanpak statushouders. En dat ging over werkgelegenheid en integratie en dergelijke. Dree heeft de koppositie overgenomen van Perend. Daar nog steady op plaats 2. En de twee dames volgens mij stonden net ook nog in de top 5. We gaan verder heel snel. Hoeveel arbeidsmarktregio's zijn er in Nederland? Nou ja, dat is volgens mij voor iedereen wel duidelijk. Dat zijn, jullie weten wat arbeidsmarktregio's zijn. Hè? Daar zitten de UWV's en de gemeentes in. En die bieden dienstverlening, zou je kunnen zeggen, aan werkgevers en werkzoekenden. Maar ik wil weten hoeveel er zijn in Nederland. Zijn dat er rood 35? Zijn dat er blauw 25? Zijn dat er geel 75? Of zijn dat er groen 45? Goed, de antwoorden komen weer binnen. Eens kijken, de meeste van jullie zijn denk ik ook wel op een of andere manier gelieerd aan een arbeidsmarktregio. Of vallen in ieder geval binnen een arbeidsmarktregio. Het is alleen de vraag, hoeveel zijn er? Ja, vroeger had je arbeidsbureaus, hè? Maar daar waren er meer van. En dit is UWV en gemeente in een arbeidsmarktregio. Rood, geel, blauw of groen? En de antwoorden, ja, daar zijn ze 17. Inderdaad, dat klopt. Dat is geloof ik de vraag die het beste tot nu toe is beantwoord. Er zijn er inderdaad 35. Huppakee, daar is Berend weer. Heel goed, Berend. We waren je even kwijt. Maar goed, jongens, jullie hebben nog meer kansen. Want we gaan nu naar vraag 10. Waar is de Europese Commissie Vertegenwoordiging Nederland gevestigd? Zit dat hier in Den Haag op geel of in Rotterdam op rood of blauw, Amsterdam of gewoon in Maastricht? Ja, we hebben natuurlijk het verdrag van Maastricht gehad, dus dat zou ook zomaar daar kunnen. Maar we hebben ook het verdrag van Amsterdam, dus het zou ook zomaar daar kunnen. En Rotterdam, ja, is altijd een mooie plek om te zitten. Dus wat dat betreft zou het ook daar kunnen. Of is het wellicht Den Haag en die staan op geel. Den Haag, dat toch wel heel vlak bij het epicentrum van de Nederlandse politiek. Zou ook zomaar kunnen. Goed, het is even een vraag waar even over moet worden nagedacht. Want voor alles is wel wat te zeggen, maar de antwoorden komen nu binnen. En de tijd loopt ook door. Denk nog even goed na welke van deze 4 steden, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Maastricht, is de zetel van de Europese Commissievertegenwoordiging in Nederland. Ja, en we gaan kijken. Dat is inderdaad Den Haag. En mocht u ooit nog eens in Den Haag komen, het zit hier vlak om de hoek aan de Hofvijver, aan de kant van het Maliehuis. Dus nou, en het is heel leuk. We hebben daar ook eens een keer de ESF Award uitreiking gehad. Hoe is het met Berend? Ja, Berend staat nog steeds op kop. Maar ja, en hij neemt ook wel een aardige afstand nu van Liz. Kom op, Liz. Volgende vraag moet je weten. Want vraag 11. Hoeveel gouden sterren telt de Europese vlag? Ik heb hem hier. Als je kan inzoomen, dan kan je misschien het antwoord al weten. Zijn dat er rood 27? Zijn dat er blauw 28? Zijn dat er geel 12? Of zijn dat er groen 20? Hoeveel sterren zijn er? Even vertellen. Of als je de uitnodiging hebt, dan staat die ook vast op. Nou, het is vast. Dat is echt zo'n vraag waarvan ik dan denk, die weet iedereen. Die, dat is gewoon makkelijk. Dat druk je op die kleur en dan komen we binnen. Nee, het is toch nog even wachten. Ja, of men is aan het tellen. Dat kan natuurlijk ook. Gouden sterren zijn het. Gouden sterren van toen ooit de Europese Unie nog uit wat meer of minder landen bestond. Eens even kijken, waar gaan we op weg naar de antwoorden? En we gaan op weg, ja. En dan zijn we zo langzaam maar zeker, zien we al, de finish is in zicht. We hebben nog 3 vragen hierna. En ja, allemaal hebben ze het. Nou, wat denken jullie? Het is inderdaad, het is geel, 18. Nog eentje meer dan de vorige keer. Heel goed, jongens. Hoe zit het met? Ja, nog steeds Berend op kop, gevolgd door Liz en Dree en Daan en Roger. Die zijn daar wat. Roger is dat, neem ik aan. Die komen daar achteraan. Vraag 12. Hoe heet de uitvoering van beleid?
Je weet wel waar Wilbert van der Gien directeur is, die hebben jullie net ook gezien, de uitvoerder van de ESF, voor 2018, maar na 2001. Want dat heeft al zoveel verschillende namen gehad. En dat is ook de reden voor mij. Dat is altijd hier binnen SZW. Om de zoveel tijd komt er weer een andere naam. En dan worden wij als medewerkers hier op SZW verwacht dat ook allemaal uit ons hoofd te kennen. Maar goed, deze wist ik toevallig, maar ook dankzij de ESF Award. Dus hoe heet uitvoering van beleid, uitvoering van ESF voor 2018? Maar 2001 is dat rood agentschap NL, is dat agentschap SZW, blauw of is dat geel agentschap Telecom of is dat groen agentschap Europa, agentschap EU? Dus agentschap NL, SZW, Telecom of EU. Dus in ieder geval agentschap, dat weten we zeker. Nu nog even kijken welke letters daarachter komen en of mensen weten hoe de uitvoering van beleid uitvoerder van ESF voor 2018. En dat is inderdaad blauw agentschap SZW. 15 mensen hadden het goed. Uitstekend. En wat betekent dat voor de stand? Dat zouden we ook. Ja, Berend gaat nog steeds aan kop. Dat is heel mooi. De vraag 13, de één na laatste vraag. Dus kom op jongens. Welke staatssecretaris is nooit verantwoordelijk geweest voor ESF? Was dat rood Ahmed Aboutaleb of was dat B. Tamara van Ark, die momenteel minister is, maar ook hier begon als staatssecretaris? Is dat geel Martin van Rijn of is dat groen? Ze waren het geen van drieën. Was het Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam? Was het Tamara van Ark, de minister van Volksgezondheid? Is het Martin van Rijn, de voorganger van Tamara, of was het groen geen van allen? De antwoorden komen binnen. Wie was er nooit verantwoordelijk voor ESF? Welke staatssecretaris? En de antwoorden komen weer binnen. We gaan langzaam maar zeker naar de eindstreep, want hierna hebben we nog één vraag. En nu zijn bijna alle antwoorden binnen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het met de... Ja, eens even kijken. Dat klopt, dat was Martin van Rijn. Die is nooit hier staatssecretaris geweest. Wel bij de buren, daar heeft hij wel gezeten, maar niet hier. Liz gaat aan kop, geweldig. Gefeliciteerd alvast. Waren het niet dat we nog één laatste vraag hebben? Vraag 14, hoe heet de website met projecten van Europese structuurfondsen, zoals onder andere ESF en EVRO? En is dat rood Europa dichtbij? Is dat B, Europa om de hoek? Is dat G, Europa best belangrijk? Of is dat groen Europa SZW? Het is echt een hele leuke website, voor zover je hem niet kent, want op deze website kun je echt honderden projecten bekijken. Dat is echt wel een aanradertje. En ik denk dat heel weinig mensen deze website kennen. Dus het is goed, vind ik, om het ook weer eens een keertje onder de aandacht van iedereen te brengen. Maar ja, hoe heet die? EuropaDichtbij.nl of EuropaOmDeHoek.nl, Europa Best Belangrijk .nl of EuropaSZW.nl. Want dat moet er natuurlijk wel achter, want anders kom je er niet in. Tenzij je hem even googelt, dan kom je er ook vrij snel bij. En het structuurfondsen zijn er te zien, zoals de ESF en de EVRO, maar ook nog veel andere, echt honderden. En wie had het goed? Juist, heel goed. 12 mensen. Europa om de hoek. En eens even kijken, ik ben even over mijn tijd heen gegaan, maar we hebben ongetwijfeld een winnaar. Daan is de winnaar. Gefeliciteerd, Daan. Maar hij had 9 van de 14 goed. Heel goed, heel goed. Maar we hebben nog twee winnaars, hè? We hebben beloofd. Oké, dat is Liz en Roger. Roger. En helaas, Berend. Oh, je stond zo lang aan kop, jongen. Maar je bent helaas eraf gevallen. En wat ik zei, winnaars willen jullie even een mailtje sturen met naam en adres naar esf-event@minsw.nl. Van harte gefeliciteerd nogmaals Liz, Roger en Daan. Goed, jullie prijs, als jullie even je mailadres sturen, is onderweg. En dit was even een leuke onderbreking. Tenminste, ik hoop dat jullie het ook wel leuk hebben gevonden. Maar dat wil nog niet zeggen
dat we er nu mee ophouden, want de jury is nog in beraad. En we hebben, zoals ik al zei, nog een keynote speaker. En dat is wethouder Richard Moti van de Partij van Arbeid. Hij is wethouder in de gemeente Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles Werk, Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. We hebben een videoboodschap van hem mogen opnemen. En hij heeft een wel zeer, nou laten we zeggen, opmerkelijke kijk op ESF. Dames en heren, Richard Moti. Dames en heren, wat leuk dat ik vandaag u mag toespreken. Vorig jaar was ik er ook. Fysiek, toen kon het nog. De gemeente Rotterdam had toen ook een inzending voor de ESF Award, maar die ging helaas nipt aan onze neus voorbij. En dit jaar heb ik de eer om met u mijn visie te mogen delen. Ik wil het met u graag hebben over ons sociaal zekerheidsstelsel. Ik durf wel te zeggen dat Nederland een van de beste sociale zekerheidsstelsels heeft van de wereld. Iedereen die dat nodig heeft, krijgt hulp van de overheid. Niemand hier zakt door de bodem. We geven heel veel geld daaraan uit. Alleen geven we dat geld vooral uit aan het verstrekken van uitkeringen. En eigenlijk maar heel weinig aan het op weg helpen van mensen uit die uitkering. Ik zeg het altijd zelf, we geven heel veel geld uit aan vissen. En eigenlijk maar heel weinig geld uit aan hengels. Om mensen zelf te laten vissen. Als voorbeeld, Rotterdam geeft jaarlijks 600 miljoen euro uit aan het verstrekken van uitkeringen. Maar we krijgen van het Rijk minder dan 50 miljoen voor het uitdelen van hengels. Voor het helpen van mensen uit die uitkering op weg naar werk. Dat is 1500 euro gemiddeld per werkzoekende. En daarvan moet je iemand begeleiding bieden, hulp bieden, scholing bieden, op weg weer naar het nieuwe werk. Veel te weinig. En dat zorgt ervoor dat gemeentes eigenlijk voor een hele moeilijke keuze staan. Een keuze om te kiezen wie help je wel, wie help je niet. En dat is geen fijne keuze. Het is een keuze waarbij kwetsbare groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. En het leidt er uiteindelijk toe dat we zelf onze langdurige werklozen in dit land creëren. Ik ben ervan overtuigd dat op onze arbeidsmarkt er voor iedereen een plekje is. Als je maar de juiste hulp en begeleiding krijgt. En het juiste steuntje in de rug krijgt. Als je maar die hengel toegeworpen krijgt. En ook geleerd wordt hoe je moet hengelen. Want ik zelf kan bijvoorbeeld helemaal niet vissen. Maar daarvoor zijn wel meer middelen nodig. Het Europees geld heeft ons daar enorm bij geholpen. In Rotterdam hebben we meer dan 200 nationaliteiten. En diversiteit en inclusie staan daarom heel hoog op onze agenda. En we zien ook dat van alle werkzoekenden in onze stad een grote groep migratieachtergrond heeft. En dat heeft te maken met taalachterstanden, met geen diploma hebben, met geen werkervaring hebben. Kortom, de hengels ontbreken. Of hoe je een hengel moet gebruiken, ontbreekt. We zien tegelijkertijd ook dat er onderscheid wordt gemaakt op de arbeidsmarkt. Onderscheid op basis van leeftijd, op basis van afkomst, op basis van seksuele geaardheid, op basis van huidskleur. Dat is soms keiharde discriminatie. En soms zijn dat onbewuste vooroordelen. Op Twitter zag ik laatst een bericht van een docent die een bericht zag van een werkgever die stagiaires zocht. En zij kende iemand in haar klas die daar heel geschikt voor was en reageerde namens haar leerling daarop. De werkgever vroeg of de docenten een foto kon sturen. En de docenten antwoordden, waarom? En de werkgever antwoordde, ja, ik wil wel even zien of ze geen hoofddoekje heeft of kroeshaar. En het zeer terechte antwoord van de docenten was, nou, bij zo'n werkgever wil ik mijn stagiaire niet hebben. Discriminatie en vooroordelen heb ik zelf ook helaas moeten meemaken. In mijn jonge jaren ben ik menigmaal bij een discotheek geweigerd. Waar mijn witte vrienden wel naar binnen mochten, moest ik buiten blijven. En dat doet wat met je. Maar ook op latere leeftijd. Ik heb eens meegemaakt dat ik met een van mijn directeuren ergens naartoe ging. En bij binnenkomst dachten ze dat ik de assistent was en mijn directeur de wethouder. Dat was een beetje ridicule. Om ervoor te zorgen dat in een stad als Rotterdam iedereen gelijke kansen krijgt, is het heel belangrijk om hengels uit te delen. Hengels waarmee mensen de taal kunnen leren, waarmee mensen diploma's kunnen halen, waarmee mensen trajecten kunnen starten, waarmee ze werkervaring opdoen. Alleen op die manier
kunnen we met elkaar gelijke kansen creëren en zorgen dat we een echte inclusieve arbeidsmarkt hebben. In Rotterdam is de afgelopen 2 jaar het credo meer aandacht, meer maatwerk en meer arbeidsontwikkeling geweest. En dat wierp zijn vruchten af. Begin dit jaar was het aantal mensen in de bijstand nog nooit zo laag geweest in de afgelopen 8 jaar. Helaas heeft corona deze daling doorbroken en zien we nu een scherpe stijging. En juist nu is het belangrijk om te investeren. Juist nu is het belangrijk om hengels uit te delen. Om ervoor te zorgen dat mensen de kansen die de arbeidsmarkt nog biedt ook kunnen grijpen. Maar die hengels zijn niet goedkoop. Die kosten geld. En daarom zou het zo fijn zijn als we ons sociaal zekerheidsstelsel nu eens echt anders inrichten. Voor elke euro die we uitgeven aan vissen, zouden we ook een euro moeten uitgeven aan hengels. En ik durf te zeggen dat dan het aantal vissen dat we moeten uitdelen echt substantieel lager zal worden. Het betaalt zich heel erg terug. De ESF-gelden helpen ons daarbij. Het zorgt ervoor dat er heel veel leuke, vernieuwende, innovatieve initiatieven in het hele land worden ontplooid en mogelijk worden gemaakt. En we zien ook dat ze helpen en werken. Of het nu gaat om de initiatieven in Den Haag, Rotterdam, Groningen, Twente, maakt niet uit. Overal zien we dat investeren loont. En daarom is het zo belangrijk dat we dit ook als een investering gaan zien. En met elkaar ervoor zorgen dat we meer hengels gaan uitdelen. Mijn oproep is dan ook om ons sociaal zekerheidsstelsel, dat iedereen van de vis voorziet, te behouden, maar ook uit te breiden door iedereen tegelijkertijd een hengel te geven. En zo kunnen we ervoor zorgen dat voor iedereen weer een plek is op onze arbeidsmarkt. Dank voor uw aandacht. Een prachtige speech van wethouder Richard Monti. En ik noemde het opmerkelijk omdat er ook zo'n prachtige metafoor in zit. Van een hengel die wordt uitgeworpen naar mensen om ze te helpen. Om ze binnen te krijgen. Heel erg mooi. Richard Monti, dat was de wethouder van de gemeente Rotterdam die we te zien kregen. En inmiddels is bij mij aangeschoven. Heel hartelijk welkom Karsten Herstel. Een van de DG's hier in huis. Fijn dat je er bent, want ja, zo vaak gebeurt het niet dat we hier zijn. Jij misschien iets meer dan ik, want het gebouw is vrij leeg deze dagen. De ESF Award uitreiking. Je hebt niet alles meegekregen, begreep ik, maar wel een gedeelte. Je hebt de filmpjes gezien. Wat is je indruk tot nu toe? Nou, dat Europees Sociaal Fonds doet wat wij hopen dat het doet. Namelijk mensen stimuleren om... Nou ja, voor iedereen kansen te creëren op de arbeidsmarkt. En eigenlijk om te zorgen voor een hengel, zoals Richard Moti vertelt. Mm-hmm. En dat het ook eigenlijk leidt tot heel veel innovatieve initiatieven. En nou, de ESF bestaat al tientallen jaren. Mm-hmm. Maar je ziet toch elke keer dat er weer hele nieuwe dingen door ontstaan. En dat mensen ook in het perspectief van de klant gaan staan. En dat we heel hard werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. En dat is het doel wat we ermee hebben. Ja, ja. Ja, het is ook wel mooi, want dit is dan de 8e uitreiking van de ESF Award. En het is opvallend dat iedere keer de vertegenwoordiger van de Europese Commissie, die ons dan toespreekt, ons zo ontzettend roemt. We zijn echt een van de betere landen met het omgaan met deze subsidies. Het is ooit wel eens anders geweest, maar in ieder geval de afgelopen 8 jaar... zijn we echt een voorbeeld voor andere landen? Is dat goed om te horen? Ja, dat is natuurlijk om heel trots op te zijn en van te worden. En dat ben ik ook. Ja, waar zou dat aan liggen? Kunnen we dat goed, dit soort creatieve dingen bedenken? Ja, ik denk dat we inmiddels wel met elkaar zeg maar een netwerk hebben van verschillende organisaties die zich bezighouden met nou, waar we op uit zijn op de arbeidsmarkt en inclusief maken van de arbeidsmarkt en kansen voor iedereen. En dat de samenwerking ook langzamerhand steeds beter wordt. En dat is natuurlijk ook de essentie van het Sociaal Fonds. Ook met de gedachte van cofinanciering. Dat je het met elkaar doet en dat je niet in je eentje iets kan gaan zitten verzinnen en dan implementeren, maar dat je dat met elkaar doet. En dat je steeds kijkt naar, oké, voor wie doen we het nou? En ik denk dat in Nederland we inmiddels een heel mooi netwerk hebben van organisaties die ook snappen dat je het samen moet doen. Ja, dat hier ook het poldermodel eigenlijk ook in dit soort projecten tot stand komt. Ja.
Iets anders, we zitten midden in een coronapandemie. We weten dat de crisis is ongekend. Tot nu toe hebben we met allerlei steunmaatregelen zoveel mogelijk hulp kunnen geven. Maar er komt een moment dat, ja, de vraag is hoe groot de werkloosheid zal zijn de komende jaren. Hoe belangrijk zijn dan fondsen als het ESF? Kunnen die worden ingezet daarvoor? Heel belangrijk. Kunnen, zeg maar, een extra stimulans betekenen voor juist de mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en die door deze crisis verder achterop dreigen te raken. Mm-hmm. En om dat te voorkomen. Het kabinet investeert ook behoorlijk rond deze coronacrisis met 1,4 miljard euro. Specifiek voor de groepen die door de crisis, zeg maar, achterop zou kunnen raken. Om ervoor te zorgen dat we niet mensen zoals na de vorige crisis in uitkeringen zien belanden. Mm. Maar dan helpt natuurlijk ook zo'n Europees fonds. Ja. En in Europa wordt ook heel druk gesproken over, behalve het ESF Plus, over nog specifieke fondsen voor het bestrijden van de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Ja, ja, want dat zal hard nodig zijn de komende tijd. We hebben 6 projecten gezien. U heeft ook gezien. Je. Indrukwekkend? Ja. Ja? En zit er voor jou een winnaar bij? Was er eentje die eruit sprong? Dat mag je eigenlijk natuurlijk helemaal niet zeggen, maar... Nee, want ik weet niet wat hier, wat hierin zit. Dus Wat ik heel mooi vond was dat je het heel goed kunt vergelijken, omdat die filmpjes allemaal, zeg maar, even dezelfde basis hebben. Mm-hmm. Maar toch zie je accenten in die filmpjes van, ja, mensen die echt met passie aan een betere arbeidsmarkt hebben gewerkt. Mm-hmm. Of aan een nieuw perspectief voor de klant. Ja. En dat vind ik heel mooi. Ja, ja, mooi om te zien, inderdaad. Mm. Ook de pitches. Zullen we ze nog langer in spanning houden? Zullen we maar eens kijken wie de winnaar is? Ja, je hebt de envelop. Maak hem open. Ik mag het doen. Je mag het doen, aan jou de eer. Ik ben er niet bij betrokken geweest. Dit heeft de jury gedaan. De jury is tot een besluit gekomen. Open. Die zit in de envelop. En we hebben de deelnemers ook in beeld op dit moment. Dus laat ze niet langer in spanning. Wie is de winnaar van de Europese ESF Award 2020? Jongens, wat leuk. Heel spannend. Let op. De winnaar is de gemeente Utrecht in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Yes. Voor Weten Wat Werkt. Van harte gefeliciteerd. De gemeente Utrecht. Yes. Ja, Weten Wat Werkt in Utrecht. Rubagier, ben je in beeld? Want ik heb begrepen dat er wat problemen zijn, hoor ik in mijn oortje. Dat we jou niet te pakken kunnen krijgen. Maar we horen je in ieder geval wel. Dus graag een reactie van je. Ja, dat is toch geweldig. Echt ontzettend blij mee. En echt een compliment voor de, zoals gezegd wordt, echt een compliment voor alle werkmensen die in dit project hebben meegewerkt. Ja, ben je er nog? Jeetje, daar gaat een heleboel emotie in zo'n lijn zitten. Hè? Als dat zo'n eenmaal de prijswinnaar bekend is. Roger, we schakelen even over naar de voorzitter van de jury. Want we willen ook wel graag even van Wilbert horen wat nou de doorslag heeft gegeven. Wilbert, ben jij er? Ik hoop dat ik, want ik had zelf... Gelukkig dat het bij mij goed gaat. Vertel, waarom dit project? Nou, laat ik even beginnen dat wij 6 echt, eigenlijk heel het team uiteindelijk uitgekozen en daar nog veel meer ingezonden filmpjes, echt heel erg veel goede filmpjes en ook 6 pitches zojuist hebben gezien en gehoord. Het is ontzettend cliché, maar het is een waarheid als een koe. Waarbij het bijzonder is dat we echt een rode draad hebben gezien, dat alle 6 heel erg bezig zijn om te kijken in deze tijd hoe de werkwijze ook heel erg goed toegepast kan worden op de nieuwe komende situatie waar heel veel mensen van type werk moeten veranderen. En niet alleen dat daarbij de arbeidsmarktkant een rol speelt, maar ook met name ook de mentale kant. En iedereen is in die zoektocht en uiteindelijk hebben wij dan ook gekozen voor Utrecht, omdat dat naar ons oordeel
het project is wat het dichtst bij de betrokkenen waar het direct om gaat, probeert aan te sluiten met een hele bijzondere en nieuwe, ook letterlijk tastbaar en voelbare methodiek, die ook voortdurend gesteund en onderzocht wordt vanuit wetenschappelijke optiek, onder het motto van wat werkt nou het best, dat op deze manier ook degene om wie het gaat echt zelf kan verder bouwen aan zijn toekomst, aan zijn of haar toekomst. En dat het vervolgens voor de uitvoerders mogelijkheid biedt om te differentiëren in werkwijze, gesteund ook door de wetenschap. Dus vandaar dat wij uiteindelijk, na een hele moeilijke keuze, voor Utrecht hebben gekozen. Mm-hmm. Vanuit de bijzonderheid en vanuit de combi van dicht bij de mensen met een hele brede benadering waaruit heel veel andere partijen ook bij betrokken worden. Ja. Dank je wel. En dank je wel natuurlijk ook Carrie. En dank je wel Steven en natuurlijk ook Monique. Heel hartelijk dank voor de keuze die jullie hebben gemaakt. Monique, mag ik nog even bij jou komen? Je mag als allerlaatste keer dat je nog even als jurylid ons mag toespreken. Wat was voor jou het belangrijkste? Wat gaf voor jou de doorslag? Nou, precies wat Wilbert zegt. Het is mooi dat er gedifferentieerd wordt gekeken naar de manier waarop je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer naar werk kunt brengen. Dat je niet probeert om iedereen door hetzelfde malletje te halen, maar dat je dat heel verschillend doet. En dat daar ook wetenschappelijke onderbouwing voor gevonden is. Waarbij dat dan weer een mooie inspiratie kan zijn, onderbouwd, voor allerlei andere partijen in Nederland. En daar wil ik Utrecht van harte mee feliciteren. Ja, dankjewel. En dan ga ik toch nog even naar Steven, als jullie het goed vinden. Steven, is het een waardige opvolger voor je? Van die? Steven, even je microfoon aanzetten. Je staat op mute. Nog? Ja, ga je gang. Als dat goed is, let ik aan. Nee, het is absoluut. Het is een fantastisch project wat ze daar hebben. Ik denk dat ze ontzettend veel mensen ook op deze manier helpen. Dus ja, ik sluit me aan bij hetgeen wat er al is gezet. En nou ja, ik hoop dat ze de prijs, zeg maar, het mooie statue, zeg maar, ook een mooie plek krijgt, net zoals bij ons. En ook goed feest. Ja, je mag er trots op zijn, absoluut. Nou. Zeker weten. Geniet van alle aandacht. Oké. Okay. Nou, Marga. Goed, jongens. Carrie, jou wil ik ook nog even graag horen. Kunnen wij er als ministerie nog wat mee met deze manier van werken, zeg maar? Wat Utrecht voorstelt? Daar kunnen we zeker iets mee. Wij zijn nu al druk aan het nadenken over wat er bijvoorbeeld in informatie een rol gaat spelen. Ook als het gaat om de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. En welke ondersteuning zij nodig hebben. Ik hoorde dat ook terug in de oproep van de wethouder uit Rotterdam. En daar zijn dit inspirerende en mooie voorbeelden. Die we ook een plek kunnen geven in hoe we integraal in dat sociaal domein willen kijken wat is er nodig om de menselijke maat en de kansen voor mensen goed boven water te houden. Dus zeker een heel mooi waardevol voorbeeld. En zoals gezegd, met de wetenschappelijke onderbouwing daarbij gaat ons dat ook helpen. Ja, oké, okay, dankjewel. Goed, Jury, nogmaals bedankt. En Karsten, voor jou het laatste woord. Nou, dit is het bord. Steven, jij kent het, want vorig jaar was er een fotomoment, maar dat is er nu niet. Dus Utrecht krijgt dit opgestuurd. En ik houd maar even op. De winnaar van de ESF Award 2020. Hoera. Wellicht is Roger nog in te horen of in beeld inmiddels? Ik ben er nog. Ja, je bent er in ieder geval nog. Nou, dat is nog. Je hebt in ieder geval alles meegekregen. Dus alle lof thuis. Ja, heel erg geweldig. Ja. Ik heb geen woorden voor en heel blij. Nou, we zorgen in ieder geval dat de award en het bord naar je toe komt. En hoe is het nou bij jou? De Polonaise wordt al gelopen, champagne ontkurkt of zit je helemaal alleen? Ja, meteen de wethouderspositie gestuurd. Die was ook heel blij. Dus, ja, Polonaise in je eentje, dat is de realiteit. Dat is ook wel waar, ja. Nou, ik wens je in ieder geval nog een hele fijne dag. Doe iedereen de groeten daar in Utrecht. En nogmaals, namens ons van harte gefeliciteerd met je award. Goed, Karsten, dat was het. We zijn gekomen aan het einde van deze middag van de online ESF-event 2020. Het was mij een eer en genoegen
weer te mogen presenteren. Hopelijk volgend jaar weer in een gewone omgeving met een heleboel publiek en een heleboel pitches live op het podium. Maar voor nu, dames en heren, heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid online en voor uw deelname ook aan de quiz. En verder, ja, wilt u nog een keer terugkijken? Dat kan, er is een stream inmiddels online, heb ik begrepen. Dus dat is even zoeken, maar dat is via de website is dat wel te vinden. Het wordt dan ook in ieder geval doorgestuurd aan alle deelnemers van vanmiddag. Nou, nogmaals, meestal zeg ik, en nu gaan we een borrel pakken en wel thuis voor straks. Maar in ieder geval, pak in ieder geval een borrel thuis en nog een hele fijne avond. Graag tot ziens.